om niet om dit te doen, dan moet je echt. Weet toch? Niet alle mannen durven dit zulke dingen te praten. Ja, gewoon ja, over liefdesleven of wat ze hebben meegemaakt. Je weet toch? Welkom bij een nieuwe aflevering van Gilly's Love Line. Voor de vaste kijker, bedankt voor je loyaliteit. Voor de nieuwe kijker, je bent beland bij een platform waarbij we echte takkies houden over de liefde. Alles wat daarbij komt kijken, met al zijn mooie en zijn nasty ass kanten. Dus doe je jas uit, want it's about to get hot. Ja, ik heb het al warm. Nee, maar dat hoeft niet eens hoor, valt mee. We praten hier gewoon echt. We hebben het al naar ons zin. Ja. En ik hoop dat dat zo blijft hangen. Wat hier telt vooral, is dat we geen masker aan hebben. Dat we het echt houden en rauw. Want er is niets mooier dan praten over zoiets kwetsbaar, eerlijk en moois als de liefde. En vandaag doen we dat met de R tot de O, gewoon Rarko. En vandaag wil ik dan erachter komen hoe gewoon of ongewoon je bent. Laat me eerst zeggen, welkom. Doop dat je er bent, Mima. Thanks, man. Ik heb het echt heet. Ik ga examen breken. Nu al. Relax, relax. En daarom waarschijnlijk ben je met je gang gekomen. Een klik. Het is eigenlijk Rarko en Friends. Ja, ja, ja. Nega. Wie je chimbrada is? Mijn broertje, dat is mijn mattie. En je mattie, Virgil, ja. Hij lijkt op security. Hey, doop dat jullie er zijn, heren. Loco, laat al die spanning die er is, je hele dag bij je op camera. Ik had ook vrij met die aan. Oké. Maar misschien ligt het aan het onderwerp, de liefde, waarbij jij denkt van, no, hey, wacht even, mim scherp. Ja, ja, je moet sowieso scherp zijn, want je moet niet zomaar domme dingen zeggen met je mond. Voor die lach alleen. Nee, heren, het zal hartstikke meevallen, weet je waarom. Ja. We gaan gewoon echt praten. Maningre onder elkaar, ja, mannen onder elkaar. Ja. Weet je hoeveel meid je gaat scoren na deze als je het goed doet? En als je het goed doet, weet je wat goed is? Ja. Jezelf zijn. Ja, 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 ja. Ik heb gemerkt, dat doet iets met meiden. Wat dan? Ze willen mijn jockey scheuren. Misschien gaat dat je ook overkomen. Ja, het is me al overkomen, pa. Hoe wordt je stem zo lief? Hey, nee, even alle gekheid op een stokje. Doop dat je er bent, ja, Rarko. En Brada. En Mattie. Hé, Rarko, even dit, hè? Want ik kijk naar je, daar komt het vandaan. Ja. Zo kies ik mijn mensen. Ja. Ik kijk daar online, dan denk ik, die is interessant. Wat zou het tof zijn om hem of haar in een andere setting te zien, praten over andere topics dan dat we gewend zijn te zien van diegene. En je bent hier, appreciate it. Eerst wil ik je vragen, ergens besloot jij een microfoon op te pakken, op straat te gaan en mensen vragen te stellen over hoe lang poep jij? Of wat vind je van mensen die roddelen? Hoe vaak eet je uit je neus? Maar het slaat aan. Over dieren, over alles, man. Over zonnepitten. Maakt niet uit wat, man. Ik haal alles eruit. Nee, het is dope. Maar ik zie ook een beetje lobby in het werk wat jij doet. Want later zie ik filmpjes waarbij je mensen helpt. En dat vind ik dope. Zoals een jongen die je verrast met zijn droom. Dat hij een Lamborghini ooit wil zien, dat soort dingen. Ja, toch. Zo, voor hen doe ik het ook, he, toch? Ja? Vooral die fans die me waarderen, voor hen doe ik gewoon alles, man. Hoe lang ben je bezig met je Rarko ding? Al bijna 5 jaar, hè? Hè? Oh, echte. Bijna 5 jaar. Tijd gaat snel. Ja, man. Ja? Dat is gek, man. Mooi, hè? Goeie vijf. Ik dacht laatst aan, man. Ik was 4 jaar begonnen. Maar het is gewoon 2017, man. 2017 alweer. Ja, 5 jaar. Is je toch? En kijk wat daaruit is gekomen. Ja. Veel vrouwen. Veel vrouwen, hè? Oké. Okay. Jij zegt wat jij zegt, hè? Want als ik heel eerlijk ben. Ik denk, waarom zeg ik dat? Nee. Ik mag grappen. Nee, want waarom zeg ik dat? Wat ik doof vind en eerlijk gezegd een beetje schattig. Het is real talk, toch? Het is real talk. We zijn allemaal stoere mannen hier. Ja, ik ben gewoon een stoere man. Maar behind the scenes hielden jullie wel heel erg bezig over wat wordt er gezegd, wat wordt er gevraagd. Ik zeg, hey, het is bij jou waarmee jij komt, in die flow gaan we. Ja, maar heel veel vrouwen dus. Ja. Ik heb me wel vooruit gebracht. Dus is dat geen goed Nederlands? Vooruit geholpen. Ja, bakba Hollands, neteri. Nee, maar een vrouw, hè? Nee, wacht even. Oh, nu, het komt nu al. Kotakwatori. Wacht die Amauta, kwam ze niet volgens mij. Een vrouw houdt niet van een man die suf is. Een vrouw houdt van een jongen die grappig is op bepaalde momenten. Mm-hmm. En af en toe serieus. In de zin van, als we Netflix kijken, zeggen we, ga je niet koken. Dan ben je serieus. Mm-hmm. Maar vrouw houdt er ook van als je gaat
lachen met een vrouw, begrijp je? Ja, ja, ja. TikTok. Maar dit is TikTok. Een TikTok-moment volgens jou. 10 seconden. Volgens Rako heeft hij heel iets diep gezegd. Hey. Hey. Alles gaat tokie. TikTok. We gaan kijken als dit op TikTok belandt. Ja, toch? Maar ik denk zelf, er zal geheid iets op TikTok belanden. Ik denk niet dat dit het is. Oké. Maar, nee, dope. Ik dacht, Moesa niet. Ja, dan, want ik ben het eens. Vrouw houden van mannen van humor, pa. Ik geloof dat. Mannen met humor. Oh, mannen met humor. Ja, wat zei hij? Mannen met humor. Mannen van humor. Mannen van humor. Oh, daarom heb je ze meegenomen. Kijk, ik heb ze. Hij is jouw taalcoach. Nee, ik heb ze al. Wat actorie toch? Kijk, wij zijn twee broers toch? Ja. Dus soms hè, pak ik die zijn. Maar soms pakt hij ook die zijn. Weet je waarom? Nou. Die vrouw houdt ook van die drukke. Maar ze houden van die mysterieuze mannen. Ja, hij is die mysterieuze. Hij is die mysterieuze man, toch? Je moet voor die lachen. Hij is die mysterieuze man. Je moet berekenen. Niet naar druk, man. Ja, ja, en dan ja. Je wel met naar, hey, schat, mag ik met je? Je snap je toch? Uh-huh. Maar dan kijken ze naar links. Dan zien ze deze man. Dan word ik boos. Dan word ik dan word je van, boos. Je haat op je broertje. Ja. Valkang. No, lobby. No, no. Oh, lobby. Op een lobby manier. Op een lobby manier. Maar ik denk van, pa, laat me ook in die rol gaan. Dan ga ik ook soms in die rol van. Nee, maar daarbij is het niet echt. Hoor. Maar die meid wil niet, zeg maar. Nee, is niet echt. Pas niet, begrijp je? Je wil rustig doen. Ja, TikTok. Ik heb hier één social media mannetje zitten die een hele hoop TikTok-momenten probeert te creëren. Nee, ik hoop dat het lukt, hoor, daar niet van. Nee. Want ik ben eens op TikTok en ik was in Suriname en mensen zeggen me: ik ken je van TikTok. Ik denk, wie gaat met mijn content er vandoor? Maar goed, doe je dat. Nee. Je doet goede dingen, man, broer. En ik zeg eerlijk: dit is de eerste keer dat ik in een podcast zit, kan nog nooit. Ik zeg altijd nee. Maar ik hou gewoon van om gewoon mijn, toch mijn vooral Surinaamse mensen ook gewoon een steentje te helpen. Milobing, zo zit ik ook zo in elkaar. Steunen, en hun zijn nooit op camera. En toch, je vond vandaag de dag om ze op camera te zetten. Ja, ook. Oké. Aksama, vraag nog. Aksama, die zo'n vraag. Wacht, rust. Rem. Je gaat snel. Ik ga even terug, want er zijn twee dingen voorbijgekomen die ik nog even wil behandelen en af wil ronden. Ja. Zoals een vrouw houdt van een man met humor. En daar ben ik ook heilig van overtuigd, by the way. Ja, ik zeg altijd, als een man een vrouw kan laten lachen, kan hij alles met te doen. Dat is wat ik zeg. Mm-hmm. Tweede opmerking die je maakte is, een vrouw houdt ook van een mysterieuze man. Mm-hmm. À la nega. Ja. En dat is ook iets wat waar is. Ja, broer. Irriteert me ook soms. Laat me hem vragen. Merk je dat? Is dat waar, nega? Bro, ik weet niet. Ik zeg je eerlijk, ik blijf gewoon mezelf. Je weet toch? Hoor die smoes. Jij weet niet eens dat je mysterieus bent. Ja, ik ben gewoon rustig van mezelf. Ja. Ik heb mijn moment dat ik druk ben. Dus jij bent rustig, maar hij laat je nu weten. Mimang, die rustig van jou komt over als mysterieus. Ja, bro. Ja, maar daar doe jij het niet voor. Jij bent gewoon, ik ben rustig. En als die dame het ervaart als mysterieus, dan mag ze de mysterie openen. Ja? Als jij die man met humor bent waar vrouwen opvallen. Ja. Hij is die mysterieuze man waar vrouwen ook opvallen. Wie is onze Virgil hier dan? Furry is die intelligentie, man. Oh, ja, die intelligente man. Intelligente man. Je moet berekenen. Tewetak, real talk toch soms. Mm-hmm. Dan geef ik die sweet story. Maar wanneer hij die sweet story geeft, hoort die mij. Zo, je bent echt een intelligente man. Ja, soms. Oké, mooi. Ik kan je een voorbeeld nog. Nou, dadelijk, rustig. Oh, kom, je haast die. Alles komt rustig en natuurlijk, niemand. Want één ding wat ik ken je nog niet, hoor. Ik ga je dadelijk goed leren kennen door een paar vragen en statements bij je erop. Maar één ding weet ik. Ja. Broer, Janoka. Ja. Dat heb ik gemerkt. Broer, ga je eerlijk zeggen, broer, kijk. Ik ben gewoon mezelf, je weet toch? Mooi. Nu kan ik ook Engels. Take it of leave it. Take it of leave it. Hoe heet het? Shit. Nee, wat begrijp je? Take it or leave it. Take it or leave it. Broer, ik ben mezelf. Ik ga niet voor een vrouw of een persoon. Wie dan ook. Ja. Ik ben gewoon mezelf. Ik ben Rarko of Virginio. Ik ben gewoon zo. Als je niet wil, broer, boeit me niet. Maar toch doe je soms mysterieus, zeg je net. Ja, ik doe ook, broer. Maar het lukt niet, hè? Aan Europa. Dat is waar mijn kracht zit. Huh? Ik heb mijn HDAD-model. Want ik heb zo'n denk chickies dat ik die model ben, toch? Ja. Maar ik ben ook gewoon een normale persoon, begrijp je? Uh-huh. Ik heb ook die kant dat ik druk ben, maar wanneer ze die normale kant leren kennen? Brienne? Dan ben ik in die rol. Ja. Nega zit erbij alsof hij al jaren met deze man te maken heeft en het klopt, want je bent zijn broertje. Ja, de intelligente doet, de mysterieuze doet, de humor doet. Die hebben we hier zitten. Ja. Mooi. We zullen even kijken of dat blijkt tijdens dit gesprek. Ja, hè? Ik zei al, je bent broeia, want en veel mensen appen zo, ik kan er niet tegen. Me, als ik met iemand app, misdong, gesprek. Ja. Een man is naar offa, telefoon wegzetten, volgende dag weer oppakken.
Kijk, dan heb ik gelijk, ja of nee? Ja. Ik heb veel gesprekken, broer. Je hebt veel gesprekken, ik kan me voorstellen, ja. Want je gaat lekker, hè, met wat je doet. Ja, man, maar het is soms zelf bij mijn eigen moeder, man. Ja? Klinkt dat raar, je moeder. Nee, ik begrijp, je bent druk. Ja, omdat je gewoon, je hebt toch geen zin, man. Ja. Oh ja, maar nu voel ik me ook schuldig, want inderdaad, ik ben ook soms bij mijn moeder dat ik zeg, maar ik bel u later terug, ja, want ik ben bezig. Ja. En dan met kiesmisrefie later van, no. Ja, maar eigenlijk, stop alles. Soms is niet stop goed, alles wat je soms doet. Soms niet goed. Soms kom je misschien dan onprofessioneel over, maar je kan er niks aan doen, man. Of zit er laksheid in, of weet toch, of ik heb geen zin, of ik denk, ja, komt wel. Begrijp je? Want ik heb, broer, één dag heb ik misschien 80 gesprekken of 90. Bijna. Maar ik zie leuke video's. Ik heb leuke video's gezien van jou en je moeder ook online. Ja. Daar ga ik nu al sneller. Ik neem een voorsprong. Maar is je moeder een van de liefdes van je leven? Ja, is maar alles, man. Voor haar doe ik alles, man. Weet toch, zij broers heeft gestreden met mij. Ja. Eigenlijk om met mijn broertjes gewoon. Maar ik was te vroeg geboren. En dat is gewoon altijd voor een vrouw. Ja. Dat echt niet fucked up, maar er zit spanning in. Want als je één keer in die couvée's hoofdpijn ziek wordt, kan je gewoon doodgaan. Ja, ja, ja. Dat vertelden ze me pas laat. Ze gingen me gewoon een beetje vertellen en zo. Ja, ja, ja. En gewoon, is gewoon een topvrouw, man. En zij is gewoon de liefde van ons leven. We kunnen gewoon alles. Is ook een zus voor ons. Ja, ja, ja. Dat is ook een beetje die vibe, die relatie tussen jullie. Ja, die vibe. Okay. En ze gaat gewoon voor ons. Oké. Okay. Met hoeveel zijn jullie eigenlijk? 3 broertjes, man. Oh, 3 broertjes. Ik ben 27. Hij is 24. Ja. 25, man. Oh, sorry. 25. Ja, lach een broertje. Ja, ik ben 27. Ja, 10. Die is 10. Oh, die is 10. Oké. Die is 10. Oké, mooi. Ja. Dus je moeder is met alleen maar jongens? Ja, man. Okay. En 3 jongens, man. Oké, nou, is a beautiful thing. I love it. Hier, daar al is liefde. We doen het al, zie je dat? Loco, ik wil jou in eerste instantie beter leren kennen, ja? Ja. Dus ik ga een paar vragen/statements op je droppen die jij af moet maken. Okay. Ja? Pak je TikTok zijn, bro. Zo eerlijk mogelijk. Misschien is dit het TikTok-moment waar je nou broer, ga je eerlijk zeggen, broer, met alle respect. En ik zeg het net ook, tegen of liever. Ja, toch? Take it, ja, dat het. Broer, ik ben hier gekomen om real te praten. Milobe. Ja, toch? Ik ga niet alles vertellen. Nee, je hoeft niet. Dat gaat er niet om. Maar wat je vertelt... Wat je vertelt is waar. Alles is waar. Begrijp je? Oké. Dus om jou beter te leren kennen, drop ik een paar vragen op je/statements. En dan kijken wat eruit komt. Oké. Okay. Ik ga ook bij jullie terechtkomen, nu jullie de eenmaal zijn. We beginnen met Rarko. Ja. Het gemene daaraan is wel, is dat die intelligenten dan meer tijd krijgen om over na te denken. Ja. Maar I'm gonna switch it up. Ik ga van hier naar daar springen. Wij zijn vrienden, we beginnen elkaar ook. Oké, ja? Begrijp je? Is een beautiful thing. Ja, die man. Met deze type vrouw heb ik zo'n slechte ervaring. Ik ben helemaal klaar met ze. Moet ik die naam gewoon opnoemen van die chimait? Nee, het type vrouw, konjo. Oh. het type vrouw. Dus met ik zal je een voorbeeld geven. Ja. Ik denk dat ik klaar ben met de wat jongere meisjes. Ik denk dat ik daar helemaal klaar mee ben. Omdat die kunnen gewoon opstaan en bedenken, ik wil iets anders. Ja, klopt. Klopt dat? Ben jij? Ik zeg geen gekke dingen, toch? Ja. Ik geef je nu mijn voorbeeld. Dus laatst dacht ik van, you know what, had ik weer iets met een jong meisje dat ik dacht van, ik ben helemaal klaar met de wat jongere meisjes. Mm-hmm. Dus die jonger zijn dan mij. Niet onze R. Kelly tip, maar de wat jongere meisjes. Ja. Die een stuk jonger zijn dan mij, dat wel. Ja. Dus met welke type vrouw heb je iets van, zo, daar ben ik helemaal klaar mee. Mag je eerst zeggen, alles wat je zei, ik begrijp helemaal niks van. Oké, weet je wat jij moet doen? Luister wat we gaan doen. Arkipa. Laat het marineren. Nee, Arki, laat het marineren. Ik ga het nog een keer herhalen, jij laat het marineren. Met welk soort type vrouw ben je helemaal klaar mee? Dat je zegt van, zo, die type vrouw even niet. Wacht, laat het marineren, we gaan over naar die intelligente. Okay. Ik ga je tijd gunnen. De intelligente. Iedereen, zeg maar. Ja, nee, hij heeft het neergezet. Nee, maar... Virgil, is er een type vrouw waarvan je zegt van, joh, daar ben ik helemaal klaar mee, man. Of voorlopig niet. Ik heb het wel gezien met dat soort type vrouw. Ik denk toch een slachtoffer of zo. Eentje die altijd in die slachtofferrol gaat. Ah, eentje die slachtoffer speelt of echt slachtoffer is? Die altijd nee, speelt? Nee, sowieso. Oh, maar dat is de goeie. Ze speelt eentje, altijd. Ah, ze speelt altijd slachtoffer altijd in slachtoffer. Alle... In elke situatie is ze slachtoffer. Daar ben ik sowieso ook klaar mee. Dus ja. Het is een beetje narcistisch, toch? Alles is zij en dat het is nooit, het ligt nooit aan. Iemand anders de schuld. Ja. Nee. Nou, daar ben je klaar mee. Is dit pas? Iets wat pas speelt of zo?
Ja, zoiets. Mysterieuze meneer, jelle. Ja, dus jullie nee. kennen die man, Tori. Het is niet pas. Jullie lachen, maar hij is, wel, hij is zo moedig om antwoord te geven, hè? Jelle van man. Nee, ik lach niet. Zometeen gaan we bij je komen. Meer boeler de man direct. Oké, rustig. Direct. Oké. Hij heeft gezegd, amma, een boeler de man. Amma, dat is een boel de man. Een boeler de man is wat anders. Nee, maar die man is midden bezig in hij deelt dingen. Nou, wacht, die gaan we gelijk overschakelen. Toch, direct. Je houdt niet van vrouwen die slachtoffers spelen. Mysterieuze man. Nigga. Is er een type vrouw waarvan je zegt van, daar ben ik echt klaar mee. Daar ben ik echt klaar mee. Waar ben jij klaar mee? Ja. Is dat de gold digger? Is dat, dat kan van alles zijn, hè? Nee, ga even op geen. Laat hem zelf. Hij moet uit zichzelf komen. Hij moet zoeken, hè? Zoek. Ga in die mysterieuze hol van jou en deel met ons. Moet je mee praten, hoor. Ja, ik kan eigenlijk wel een beetje met Furry. Lekker makkelijk. Nee, oké. Okay, cool. Ja, nee. Nee, maar leg uit dan. Waar hebben we het dan over? Over een meid die slachtoffer speelt. Ja, gewoon van, jij bent het steeds. Jij doet geen moeite. En jij dit, jij dat. Lekker, yo. Ja. Wat kan met jou? Wat is met jou dan? Is dat waarom je zo moest lachen? Omdat je zag er voor je, Mika, dat die sna. Die is naar Nancy of weet ik veel wie. Tori. Als je voelt mag je delen, hoef niet nu kan laten. En weet je wat de grote grap is, Mimang? Jij zegt nu je bent klaar daarmee, toch? Maar het kan gewoon zomaar zijn dat hun jou dus, want zij gaan met je om, gewoon over een maand weer met dat soort type vrouwen ziet. Want we zijn zwak voor vrouwen, toch? Dat wel. Maar in je hoofd zeg je van nee, liever niet meer. Maar je ziet het niet gelijk, toch? Nee, je ziet het niet, daarom. Het komt pas later. Het scherp zijn, maar soms ben je ziet het niet. Oké, nou, we zijn 6 minuten verder. We hebben het laten marineren. Meneer Rarko. Welke vrouw ik niet van hou? Welke type vrouw dat je zegt, van, met die ben ik echt klaar. Met die type vrouw ben ik klaar. Hij praat voor je, hij helpt je denken. Ik hou niet van een vrouw die bijvoorbeeld de hele tijd met jou is om money, man, begrijp je? De gold digger. Ja, man. Ik heb meegemaakt bijvoorbeeld, ja, toch? Is gewoon met een meid die ik sprak. Een meidje, ja, in Afkar Ninja? Nee, natuurlijk niet. Ga geen naam noemen. Ja. Nee, ga geen naam noemen. Maar gewoon, je hebt bijvoorbeeld een meid die me vraagt gewoon na 1 dag vraagt ze me al een bankoek. Gewoon. De eerste dag? Ja, gewoon. Ik heb een keer meegemaakt. Ik vraag me bank. En ik gaf het gewoon. Waarom ik het gaf? Ik was zo slaan, je weet toch? En daarom? Nee, ook daarom, maar... Dan verandert het in een prostituee. Nee. Nee, maar ik dacht van... Als je het hebt, en ik kan het geven, ja, geef gewoon uit liefde. Ja, maar nu heb je iets gecreëerd, hè? Waarin ze ziet van, het werkt. Ja, en daarna... En de volgende dag komt ze, heb je een barkie voor me. Ja, maar dan moet ik aan vrouwen... Maar ik hou niet van vrouwen die steeds om het geld en om de shine, begrijp je? Ja. Die met mij of... Ik sprak met een meid, ik ging op Insta live, ze kwam in die live. En ze deed spoorde echt van, ik ben je vrouw. Jij bent niet die vrouw, weet je toch? Dan kijk ik naar die toren en dan denk ik van, fuck het, doe gewoon normaal. Ja. Maar ik ben ook... Maar was ze je vrouw? Nee. Ze was gewoon iemand met wie het gezellig had. En hoe ga je daarmee om? Ben je grof, bok je er of pak je er rustig aan? Nee, maar ligt eraan, op welk moment? Dat moment wat je net omschrijft, in een live komt ze zo. Als ik het tegenkom, ga ik zeggen, waarom deed die Tori dan? Maar wat doe je live? Hoe ging je live daarmee om dan? Maar ik hou niet van vrouwen die om het geld, man. Ja. Voor de rest, vind ik niet erg, maar... Ik zie zo te trauma alsof je dat veel meemaakt. Paal je tak, Tori, of zo. Toch? Wat dan? Dat je dus met veel gold diggers om je heen hebt. Nee. Want jij bent dus poppin sinds 2017. Ja. Ik zeg altijd, en dan ga ik oud klinken, maar shit, ik sta achter mijn mening. We leven in de meest oppervlakkige tijd ooit. Ja. Met alle selfies en alle pap en iedereen die wil shinen. En ik. Ja. Slachtoffers spelen. Jij hebt dus je shine sinds 2017. Hoe is dat veranderd? Jouw relatie tot vrouwen toen... En na 2017. Ja. Noem takje. Ja. Takje nou. Kijk, weet je wat is, broer? Ik heb me ook ontwikkeld, hè. Kijk, 2017, nu heb ik facings een beetje, tatoeages. Wat heb je nu? Neppetanden. Je bent nou helemaal in, je hebt neppetanden. Ja, ik heb neppetanden. Ik heb een beetje tatoeages bij mijn arm, mijn been.
Ja, maar je billen spaans, toen heb je ook net op billen gezet. No, no, maar, no. Maar hey, je lacht niet. Vrouw hoeft wel jongen met dikke billen. Okay. Daarvan, is dat antwoord dus ja, ik heb iets gedaan aan mijn bil? Nee. Maar wat ik wel vertel, jouw welke facings? Wat je wil zeggen van, die zijn van toen en nu. Dus, wat verschil? Jouw relatie tot vrouwen voor 2017 en sinds je die shine hebt. Wat is het grote verschil? Kijk, ik wil die vrouw van 2017 commit die tijd niet belachelijk maken, maar... Nee, dit gaat om jou. Dit gaat om jou. Ja. Nee, vertel. Geef even antwoord. Want ik... Mijn vraag is heel simpel. Wat is het verschil tussen voor 2017, dus toen je zijn... Oké, het verschil is, ik heb meer vrouwen. Je hebt meer vrouwen, dat is hem gewoon. Ja. Je krijgt meer aandacht ook. Ja, meer aandacht. Oké. Ja. En ik weet ermee om te gaan. Ja? Op een positieve manier. Ja. Zij zijn het daar niet mee eens. Die mensen uit jouw crew, die jou goed kennen... Ik ga er goed mee om. Nu, vooral nu. Deze tijd ben ik wel scherp. Je hebt het over deze week of zo? Want... Nee, deze tijd. Nee? Maar misschien tijdens 2019 was ik een beetje roekeloos. Geen idee. Boy, gago. Ja, hè? Ja. Ah, nou, eenmaal, ik doe het ook vaker hier, hè? Nee. Maar, broer... Ik go here, Sabri. No, okay. Nu ben ik gewoon rustig, begrijp je? Nee, maar je hebt dus dingen aan je aangepast. Tato's, dat soort dingen. Oké. Okay. Ik ben volwassen geworden. Begrijp je? Oké. Ik ben intelligenter geworden. Yeah. Ik weet hoe ik met een vrouw moet omgaan. Begrijp je wat ik bedoel? Oké. En weet je, ja, is het is, broer? Nou, man, nee, toch? Mooi boy ook, toch? Je zou je toch? Ja, eenmaal. TikTok. maar waarom zegt hij deze boys? Deze man probeert alleen een TikTok voor mij te creëren. Waarom zegt je? Nee, is een goede vraag. Waarom zeg je? Hij vraagt je, waarom zeg je? Hij weet precies waarom ik zeg. Dus. Waarom? Contact openlijk. Tak no. No tak alles. Hij geeft je ook nog toestemming. Contact vrijeren. Ja. Waarom? Ja. Waarom zegt hij? Zeg, je bent serieuzer geworden. Ja, tuurlijk. Okay, ja, nee. Qua vrouwen. Ja, oké. Okay, nee, ben je serieuzer geworden? Ja. Nee, is goed. Pa, Mina serieus. Oké, ik zie jullie later met z'n waarden, dan gaan we dat daar laten. Ik heb ook een mocholibi gehad. Een mocholibi heb je natuurlijk, gehad? Natuurlijk, pa. Alle mannen hebben mocholibi gehad. Okay. Dat is ook alle mannen, jongen. Man. Die tijd toen ik net studiefinanciering had en ik had die studenten over. Pa, Migua Groningen, Migua Denemarken. Los. Yeah. Migua België, Migua Limburg. Los. Pa, Deventer, Migo. Oké. Pa, Migo. Ja, tuurlijk. Ik heb genoten man, van mijn carrière. Maar nu gewoon, je wordt ouder en wijzer. Oh, kijk, maar je hebt het over carrière ding. Maar hoe was jij? Was je een meidman voor je carrière? Of een meidman nu? Nee, voor vraag ik. Ja, tuurlijk. Ja, niet altijd. Niet altijd. Maar niet echt tof voor hem. Maar ik was een beetje verlegen, jongen. Begrijp je? Oké. Maar met hoe ouder ik werd, hoe meer ik... Tot nu. Oké, whatever dat betekent, maar ik voel je. Ja, toch. Maar ik was wel een beetje. Ik was gewoon een beetje. Oké. Ik leer jullie... het idee was om jou te leren kennen, maar leuk. Ik leer drie man kennen, een beetje. We gaan naar het volgende. De grootste... Madaim Saba wordt toebakka, jongen. Vertel voor hem als hij niet weet, hoor. De grootste misconceptie over mij is... De grootste misvatting over mij is... Misvatting, wat is dat? Mensen van je denken, maar Een verkeerd beeld die mensen over jou hebben. Dat ik te druk ben? Is dat een misvatting? Ja. Je bent toch ook druk? Ja, maar... Begrijp ik niet ook niet van. Dus ik zal je een voorbeeld geven. Yeah. Een misvatting van mij is dat... Misschien kan een vrouw denken, oh, hij is een player. Oh, bij mij? Wat niet waar is. Wat is een verkeerde gedachte over mij. Een verkeerde gedachte die mensen hebben over jou. Een misvatting. Dat ik meid man ben. Je kopieert gewoon mijn antwoord dus. Nee. Oké, maar mensen denken dat je meid man bent. Ja, soms vervelend man. En, maar is niet het geval dus? Nee, als je een meisje wil leren kennen, dan gaat ze wel gaat research. Ze ervan uit? Research gaat ze doen bij andere meisjes en dan hoor ik vaak van, ja, hij heeft meid en dit, dat meid man en zo. Maar dat is niet zo? Nee, is niet zo broer. Ik ben een goede jongen man. Broertje, Ararko, wat is de grootste misconceptie die mensen hebben over jou? Dat ik arrogant ben man. Oh, dat je arrogant bent, omdat je stil bent. Oké, kijk daar. Arrogant. Dus kijk, hij zegt hij is stil. Jij vertaalt het naar mysterieus. En een paar mensen vertalen naar arrogant. Ja. Oké. Amane lafo, hè? Amane lafo, no? Nou, daar ben ik goed bezig hier geweest. Want ik heb een paar keer zien lachen hier. Amane lafo. Amane lafo. Bescherm je je broer? In de zin van? Wanneer je dus in omgeving bent van, hè, met zijn shine en wat hij allemaal omschrijft. Zeg hem zo van, hey, mijn man, die meid niet. Hey, mijn man, dat zijn niet je matties. Gebeurt dat? Ja, zo, hé,
Je zegt echt dingen wat gebeuren, hey, man. Ik ben de opera van de streets, hè? Ja, man, je bent... Maar dat gebeurt dus. Ja, man. Ai. Maar dat is goed dat je zo... Want jij bent dus kwetsbaar voor die dingen. Kijk, wie dit is, broer. Ik ben iemand... Hij is gewoon iemand. Hij is gewoon te loyaal, zeg maar. Te loyaal. Ook al ben je niet mooi... vrij zijn met iedereen. Ook al ben je niet mooi, ik geef gewoon die shine van... Als je toch... Maar niet dat ik met jou iets ga doen of zo. Of met jou chillen. Maar als je met me wilt praten en je wil me leren kennen... Ik dacht... Ja, hé, hoe gaat het? Maar soms geeft hij die wenk van... Pa, no go. Maar ja. Dan moet je gewoon go, echt. Ja, maar jij baseert het op... Als ze wel of niet mooi is. Volgens mij baseert het hij het op iets anders. Wat dan? Ja, gewoon in de zin van, sommige mensen willen gewoon op die zijn, je weet toch? Precies, ja. Oh, zo, ja, dat ook. Willen gewoon profiteren. Zijn niet echt zo'n mattie. Zijn niet echt zo'n mattie, toch? Je weet toch, kijk, wij zijn elke dag samen, we bellen ook, we hebben onze eigen groep. Ja. Je weet toch, je hebt bepaalde mensen die niet, dan weer niet in die groepsapp zitten, bij wijze van spreken, maar we zijn ook gewoon real met elkaar. Mm-hmm. En soms kom je op plekken dat die mannen of die vrouwen van, ja, Rarke, broer, ik kijk naar... Gewoon fake shit eigenlijk. Ik ben fake, broer. Ja. Wij zijn elke dag samen, wij doen niet zo. Maar zie jij dat dan niet, man? Soms niet. Soms niet, man. Okay. Soms geeft hij zelf die wenk van... Ik, Ja. Maar vaak zijn wij degene die zeggen van... Oké, dope. Ja. Ik zie niet vaak. Heb je nodig, man? Stel je voor dat je alleen was en je lacht met iedereen en Rarko dit, Rarko dat. Ja. Maar tegen Fadong, is fucked up. Wie staat er dan nog? Hopelijk hoef je daar niet achter te komen. Ja. Want Ino Fadong, je gaat alleen maar reizen. Oké, maar mensen denken dus van jou dat je arrogant bent... Nou, nah, niet het geval. No, kijk, dat is het. Als je met me praat, ik ben gewoon cool. Ja. Maar ik hou niet van praten eigenlijk. Ja. Je neemt dat zomaar. Ja, man. Ja, zomaar. Ja. Waarom hou vrouw van zulke mannen? Dit is wat je... Ah, maar nee, takkie. Waarom heb ik niks? Maar ik kan je dat vertellen. Ik heb dat ook meegemaakt, dat die stille wateren... Diepe gronden van je kan. Diepe gronden, inderdaad. En dat is wat chickies denken, hè? Want jij zit daar zo, je maakt je modder. Entertainer, toch? Druk. Je entertaint misschien in een ruimte. Waar je de, en die man hoort dat, al die ruis. Ze kijkt daar doorheen en focus op Nega. Mysterieus. Die man die daar zo zit. Zo stil. Zo arrogant. Ja. En Tolle Moes Biggie. Zo kijken ze ernaar. Nou, we maken Nega ongemakkelijk. Ja. Bro, ik krijg het opeens heen. Waar je dan weer Jakatu? Je enige met de jas. Eerst jouw poering. Vanaf eerste minuut allemaal vallen van normaal. Dit gaat heet worden. Hief, piep, piep. Nu zijn we aan, nu zijn we aan. De mysterieuze meneer komt los. Ja. Loco. Security. En is niet alleen omdat hij Chimbigi. Nee, maar ik ben ook gewoon Anupanya toe. Dan krijg ik het idee dat die Bakswan een van die mensen die te dichtbij komt bij haar komt. Ik was door mijn knie gegaan ook. Je werd toch gevangen. En daardoor is je hand kapot. Nee, ja, tijdens een gevecht wel. Oh, is dit ik zeg gekke dingen. Hij is ook pas geopereerd. Ook nog. Oké. Was niet stabiel. Oké. Ja, man. Nou, leuk je hier te hebben in ieder geval. Maar hij is echt beveiliger, gewoon. Ja, Minet. Ik zeg je het al zien. Ik weet dingen. Huh? Hij is gewoon echt beveiligd. Wat is de grootste misconceptie van jou? Ik denk toch hetzelfde als van hem. Dat je arrogant bent? Ja, omdat ik ben niet snel iemand die op iemand afstapt, zeg maar. Qua vrouwen hebben doe je sowieso, of niet? Je mag hem invullen algemeen. Zoals je wil. Algemeen, wat is de grootste misconceptie over jou? Je hoeft niet met vrouwen te maken hebben. Het is moeilijk, man. Ik zou het niet weten eigenlijk. Weet je wat ik denk dan? Ja. Ik krijg die vibe niet bij jou, maar ik weet hoe mensen denken over Biggie Ching dudes. Agressief. Dat je agressief bent. Ja, je geeft totaal geen agressieve vibes. Ik ben gewoon een rustige guy, man. Ja. Ik ga wel erin, maar... Wanneer het moet. Ja, ik ga erin. Dat blijkt. Ik niet terug. Ik zoek het niet op of zo, dat ik zomaar ruzie zoek of zoiets. Ja. Nee, ja. Dat niet. Maar ja, we gaan wel erin. We gaan wel erin. Oké. Laat me dit vragen. Waarin schitter jij als partner? Waarin schitter jij in? Ha. Dat je zegt van, je kan van alles over me zeggen, maar hier schitter ik. Het onverwachte. Hoe vaak had je? Verrassing, ne? No, ik kom steeds met verrassing, man. Dat die vrouw denkt van, oh, je hebt ook deze kant. Oh, je hebt ook die kant. Okay. Je hebt ook die kant. Je hebt een verrassing. Jij schittert in het verrassen van een vrouw. Ja. Voorbeeld. Ja, een voorbeeld. Bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld over... Ja, toch, als je een vrouw leert kennen, broer, je moet niet alleen vragen van dit, dat. Je moet ook vragen wat je lievelingskleur. Begrijp je? Dat na herverrassing. Nee, maar dat is toch niet top.
Dit is echt TikTok doelgroep. Dit is eigenlijk. Jij gaat voor die 13-jarige doelgroep. Voor die 13-jarige is het zo. Kijk, zo, Harco is diep. Hij vraagt naar kleur. Ja. Muziek op de achtergrond. Harco is diep, man. Nee. Kijk, bijvoorbeeld, als je een vrouw. Denk, als ze mij niet kennen, ze kennen mij bijvoorbeeld een vrouw. Sorry, ik kan je alvast één ding zeggen. Deze aflevering gaat TikTok heen. Nee, maar bijvoorbeeld, een vrouw die mij leert kennen, toch? Zij denkt alleen dat ik door die filmpjes ook druk ben. Maar ze kennen die andere kant, dat ik gewoon rustig ben. Dat ik gewoon gezellig ben, bijvoorbeeld. Dat ik ook... Zij kennen het ook niet. Nee, maar ik ben serieus. Kennen jullie de rustige kant van Rakko? Ik ga echt niet zuchten. Nee. Maar kennen jullie de rustige kant van Rakko? Ja, het is zo wel. Oké. Wat jij zegt, wat een verrassing bij een vrouw is. Weet je toch, bijvoorbeeld, en jullie op voel bij staan ook toe, is dat weer je bankoe, je deelt bankoes uit. Nou, maar met mij daar staan toe. Oké. Daarom krijg ik ook dingers. Ja, denk je. Ja, precies. Je creëert in mij. Ingang. Dat is een verrassing. Alsjeblieft, verrassing. Verrassing. Nee. Gewoon af en toe van... Hey, kijk in de BVB, sorry. Je toch? Ik was aan de kleur. Nee, maar jij houdt er volgens mij ook van om meids te verwennen met cadeautjes en gifts en dat soort dingen. Ja, leuk voor als je jarig bent, hè, toch? Vind ik het wel leuk. Weet je wat ik wel ooit wil doen? Stel je voor, ik heb een vrouw. Ja. Ik wil er wel verrassen met La Roche, man. Oké. En dan wil ik de WhatsApp bij Kayente. Ken je die PC? Je kan het welke gedeelte? Welke pop? Wanneer Kayente gaat zingen bijvoorbeeld bij La Roche, toch? Mm-hmm. Dan moet je die chick is jarig, toch? Mm-hmm. Maar dan moet je je man roepen, toch? Mm-hmm. Dan ben ik die man, toch? Oké, dat is je droom. Ja, die camera zo op het mijne. Maar dan gun ik die vrouw ook die shine op dat moment. Ze gunt haar die shine. Ja, tuurlijk, maar ik ben de man, toch? Je moet berekenen. Ja, ja. Is mijn man. Oké, dat is mijn man. Ja, TikTok. Oké, TikTok moment weer hier ook. Nee, maar grap. Ik zeg gewoon voor de grap TikTok. Maar ik hoop wel, ik loer dat wel, man. Je laat me lachen, want je laat me denken aan een... aan een dame waarmee ik sprak. En ik hou van La Roche. Ja. En zij houdt ook van La Roche. En we praten over die poko's en die poko's en zo. Ik praat met haar, als we gaan trouwen, dan huren we La Roche. Ja. Blijkt zijn hele relatie te hebben gehad met een van die dudes. Ik zeg, Colibaye, Calabi, story. We huren dinges wel in. Passion. Mijn boy's passion gaan we inhuren. Weet je wat dat ding is, broer? Vrouw houden ook van muziek, hè, jongens. Begrijpen jullie? Okay. En weet je wat voor Oddo ik echt traag vind? Vrouw van La Roche bijvoorbeeld. Toch? Drop die Oddo van me. Kijk, die Oddo, weet je welke Oddo aan een vrouw moet geven altijd? Nou. Mag ik hem gooien? Ja, ik wacht. Ik weet het nou een vrouw, dat je waarin van is gaat. Hoor deze. Het komt. If de besabi taki manga. Zo kan ik het niet. Manga je wandel. If de besabi taki manga. Yo lolo. Van je reden. Ja. Jarusu toch? Klopt. De Jarusu man. Dat is op zijn taki. Ja, is zo oud wat hij daar zegt. Zo oud dat ja. Begrijp je? Dus. Ze bereken dat mina. Oké, dus hey, Rarko is op zoek naar een vrouw die hij kan verrassen met La Roche. En dan gunt hij je ook een beetje shine. Dus misschien ben jij dat. No, pa, zeker. Pa, nota ik dus aan het internet zomaar. Jij hebt het gezegd. Ik herhaal je alleen. Ik mag grappen. Ik is Vittorio, toch? Ik is Vittorio. Wacht hier, even tussendoor. Ja. Wat is je status? Hey, pa, waarom? Wat, relatie of... Relatie? Ja, ik hoef niet weten hoeveel geld je op de bank hebt. Nee, ik ben vrijgezel, man, broer. Vrijgezel. Mooi. Wat is jouw status? Waarom vrijgezel en jouw status? Doukantaki. Ja. Want dan weet ik hoe ik het moet kleuren. Katakvrij. Omdat je net een beetje zo verdedigend deed, dan denk ik van, kan dat maar man vrouw? Nee. Oké. Ik heb geen vrouw meer. Oké. Okay. Waarin schitter jij als partner, Nega? Ben ik wel benieuwd. Ja, als ik ga ik 100, man. Betekent dat al dat gereserveerde, hè? Dat je rustig bent, zo gereserveerd, dat verdwijnt? Ja, kan wel. Ja? Heb je dat meegemaakt? Liefdesleven, wij praten die toren niet. Ja, nee? Wij praten over alles, maar behalve over relatie, meid. En nu zit je hier bij een show waar het thema is de liefde, Milomé. Heb je het niks over mij? Dus jullie gaan vandaag elkaar leren kennen wat dit betreft. Ik weet niks over hem. Kijk, zijn bepaalde punten. Bepaalde punten van kennen. Ja. Maar Oene go zo diep. We gaan niet zo diep. En dat is echt iets van Sanamans. Oene takito. No, met hem ga ik af en toe diep. Maar laat maar niet. Oene takatoria. Oké, nee, Oene takatoria. We zijn niet op één lijn, hè? Wat dat betreft. Wat dat betreft. We zijn op die lijn. Onetagadori. Oké. Mimang, waarin schitter jij als partner? Ik ben wel benieuwd, man. Ik denk dat ik wel zorgzaam ben, beschermend. Ah. Ja, dat.
Ja. Oké, mooi. Wat ik bedoel? Jij vindt dat al intelligent, hè? Ik begrijp wat ik bedoel. Jij bent zomaar bestempeld tot intelligent. Ja. Maar nu begrijp ik het. Begrijp je? Nu denk je kan gekke gesprekken met me voeren. Sommige dingen, je weet wel. Sorry. Oké, maar hij... Ja, okay. Hij is intelligent. Hij is de intelligente, hè? Omdat hij zo... Slimme furry. Omdat hij 4 woorden meer dan jou kent. Ja. Hij heeft 4 woorden meer in zijn vocabulaire dan jou. Dan wil ik even een SO doen naar iemand. Hij ook eentje in de groep. Ja. Yeah. Hij kleedt zich als de beste. Oh ja? Serie. Hoe heet die? Sergio nooit. Oké. Dus hij is die modomang. Ja. Als hij hier was geweest, dan hadden we hem bestempeld als modomang. En jullie zijn daarmee eens. Ja. Goeie broeken. Strak. Hij is strak. Hij is van een serie. Oké, shout-out naar hem. Ja. Shout-out naar hem. Amandena Bouw. Oké. Als hij hier was, zou ik lachen. Ja. Volgende keer. Oké, check. Ja. Real stuff. Als we het hebben over vrouwen... Ja. Daar ben ik hier nog best wel onzeker over. Takanami. Als we het hebben over vrouwen, dan ben ik... Een tijdje, broer, was ik onzeker over mijn lengte, man, broer. Over je lengte? Ja, maar als ik met een meid op straat loop, en ze loopt naast me, voel ik me al die broertje in de motor. Of dan denk ik van, ik ga een beetje... Je voelt je broertje? Ja, maar niet nu, maar een tijdje terug, begrijp je? Maar over mijn lengte was ik wel een beetje onzeker, man. Ja. Maar nu, ah! Nee, hoe is dat verdwenen? Ik maar 2 meter mee bos in. Jumpen, maar over mijn lengte was ik onzeker, man. Kijk, ik weet niet of het je is opgevallen, maar ik ben ook niet de langste. Hè? En ik heb daar nooit, ondanks ik het begrijp, ik heb daar nooit problemen mee gehad. Niet met vrouwen, maar ook niet in dat ik word getest of dat soort dingen. En als ik word getest, met bak snel, net als hem. Ja, maar ik was vroeger ook onzeker. Toe brokken aan. Was niet onzeker. Ah, ja. Maar als ik naar school ging, was altijd de kleinste. Maar je had altijd die mensen die... Want vroeger, als je naar tv-programma's ging kijken... Die brugklas gingen ze die kleine mensen pesten toch op tv en zo. Ja, niet meegemaakt. Nee, ik heb het ook niet meegemaakt, okay. Maar ik dacht van... ik ga eerst naar de eerste van groep 8 naar maar eerste. Maar ik kan me wel voorstellen, want nu ik ouder ben, dan verwonder ik... Ik dacht echt wel, joh, tas, ik had curly, tas, brokken tv. Maar ik dacht, ik was de lul, man, broer. Je had brokken... Nee, man, ik dacht, ze gaan me echt kapot maken. Yeah. En mama zei... Mama zei, kijk, dat gaan ze met je doen, hoor. Mama ging ook niet saus. Maar wat me heeft gered, waar ik blij... Voetbal heeft me gered, man. Voetballen? Dus opeens... En ook je humor misschien? Ja, dat ook. Maar voetbal, je kan opeens goed voetballen. Je had iets. Ja. Daar ben je. Daar als je dat niet hebt, joh. Je bent de lul, maar volgens mij, man. Broer, sommige keer... Nee, ik zie dus inderdaad op televisie en dat soort dingen. Maar ik ben altijd een baas. En sterker nog, de baas geweest. In elke situatie. Ik was alleen baas in mijn klas. Want daar was ik niet baas voor kinderen. Overal, ja. Dus ik heb... Maar ik kan het wel begrijpen dat omdat je kort bent... Ja, of je bent dik, of je draagt een bril... Ja, dat je dan een target bent om gepest te worden. Maar dat, je was onzeker daarover. Ja, man. En nu inmiddels niet meer. No. Kom tegen jongens, Sunny. Want laten we real shit praten. Er is geen één meid... Michat Lekju. Yeah. Die zegt van... En als je haar vraagt van hoe ziet jouw ideale man eruit, zegt ze: ja, hij is zo rijk, zo dik. En hij is 1 meter 62. Geen meid die dat zegt. Ja. Snap je dan? Ja. Maar in real life, bij mij, ik praat vanuit mij. Wanneer een meid bij mij in de buurt is en ze zijn allemaal lang bij mij, dus met John Pobos den toe. Ja. Dan verdwijnt dat ook. En ik weet niet waar dat mee heeft te maken, maar misschien. Dat is maar eens doen te pas aan de. Want dat is die tory inderdaad. Wanneer je in bed ligt, zijn we even lang. Ja, dan ben je naar trappen. Ja, dan zijn we even lang. Dan ben je naar Erigeri. Hey, weet je wie een scheidhekel hebben aan korte mannen? Wie? Korte vrouwen. Serieus? Korte vrouwen. Denk aan tory. Dus ik denk ook naar... Klopt, ze kiezen wel altijd voor een lange man. Ze kiezen voor een lange man, want zij zelf hebben ook issues met hun lengte. Ja? En die zitten aan te denken van, ja, dan wil ik een man. En dan ga ik geen korte man nemen. Denk aan Tori. Hoeveel korte vrouwen ben je meegegaan? Eentje. Het ziet toch uit die... kleiner dan mij was, hè? Ja. Eentje. Zulke unicum. Dat is mooi. Ik vond dat mooi. Hoor. Vond je dat mooi? Vond je dat leuk? Wat vond je dan? Wat vond je daarvan? Het was even anders, hè? Was gewoon lauw, maar ja. Normaal sta je zo en nu was het voor het eerst. Hey, ja, meestal, mijn nek gaat een beetje. Meestal gaat, als ik een relatie had of een chickie. Mijn nek ging niet helemaal zo, mijn nek ging een beetje zo. Een beetje. Mijn haar ging er gewoon zo. Goed. Ja. Ik vond vond ik wel leuk. Ja. Is schattig, hè? Ja. Jullie zijn schattig samen. Ja, ik vind het schattig. Nee, het is een beautiful thing. Mooi. We staan bij Lukoje. Wij zijn van de korte mannen community, hè? Una wang, una familie. Maar meer nee, dat man, dat kan ik je wel vertellen. Wat betreft vrouwen, waar jij best wel onzeker over bent? Aanspreken, man.
Oh, vrouwen aanspreken. Ja, man. Goeie. Ja. Ik durf dat niet. Nog steeds? Ja, man. Ik heb altijd in mijn hoofd 99% zegt nee. Oh, nee, maar dan start je ook verkeerd. Ja, maar dat is gewoon iets kijk, met mij gewoon... Kijk hoe wij het hier hebben over kort zijn en shit. Als ik zo vertrek, man, ga ik niemand aanspreken. Maar heb je dan meegemaakt dat je moet opbouwen? Je gaat er inderdaad... Ze ja, wijst je af? Nou, ja, ik heb wel eens meegemaakt. Ja. Maar meestal krijg je die vibe van... Eigenlijk wou ik ook met jou praten, maar ik durfde niet. En ik kijk al lang ook naar je. Zie je? Maar. Zie je? Maar dat weet je niet van tevoren, je weet toch? Maar, op dat, maar dan moet je dat meenemen voor de volgende keer. Dat je denkt van, look hoe dat ja, jongen. Al die tijd. Ja, dat zeg je tijdens en hij weet dat die smasje loeren. Juist om die, dat mysterieuze. Amas, Abi. Broek, maar Oene, Taki, leg je me net uit. Broer, ga je een tori geven? Waar ah. Is op een vissa? Nu, een meid loert mij. Maar ze gaat nu naar hem. Van, hé, ik kom met je broertje praten. Maar broer, ik heb al lang gezien. Maar als man nog ben mooi, Toomsie. Oké. Okay. Maar kom, nega. Maar het wat takken, hè? Dat is Michel, maar ik ben maar. Nee. Ja, toch, kijk, sommige dingen je ziet wel, maar. Ja. Ik denk, ik van, hé, laat maar, ik wil niet. Oké, maar ik zie Masani. Want jij zegt, ze was niet zo appearance nice. Hm? Is dat iets wat boven alles staat, hoe een meid eruit ziet? Dat mag, hè, is je recht, hè? Ja, niet echt. Je moet niet fake booty hebben of zo, je weet toch? Je houdt niet maar... van fake dinges. Nee, man, is niet echt met... Ja, man, is dat fake grill, fake booty? Wat heb je allemaal gedaan? Tanden, 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 is fake, gewoon, tanden. Fake is normaal, hè? Echt. Ja, tanden. Ja. Dat is gewoon iets... Het is gewoon, je weet toch? Ja. Oké, okay, je tanden moeten wel mooi zijn. Maar fake booty zeg je, nou, nah, dat gaat me te ver. Ja, man. Ja. Je weet toch, dat ik misschien, je krijgt een kind. Misschien die beer gaat ook weer dan weer mis voor me. Ga je weer moeten gaan. Kijk, je ziet, vrouwen gaan dood door die tori. Als je, het is niet één keer gaan, hè. Het is constant gaan, snap inderdaad. Je, ja. Dat is heel die tori. Moet je ja. Vaker gaan? Ja, papa. Je moet het bijhouden, toch? Die tori ik dacht was één keer klaar. No, papa. Nee? Als je zwanger wordt, moet je die... Dat is tijd. Dan heb je het daar gedaan, moet je telkens moet weer naar daar gaan, mijn man. Je lichaam verandert, toch? Ja, toch. Je krijgt een kind. Je wordt ouder, je krijgt een kind. Of je blijft niet op peil met je weight, dieet. Ja, ik vind gewoon dat ze lekker moet doen waar ze zin in heeft, maar als ze dat... Dus jij naast een fake booty, is, heb je geen probleem mee? Ja, als zij onzeker is over dat, ik wil ook mijn onzekerheden weghalen. Als je het zou kunnen dus, doen, zou ja, je het doen. Dus okay. Als hij dat doet om zo'n reden... Nee, maar tegelijkertijd dan, zegt hij valt niet daarop. Dat ja, is wat nee, hij dat, zegt, dat ja, is niet dat zijn ding. Dat is eigenlijk wat hij zegt, ja toch? Ik zeg, ik vind het erg, man. Als mijn vrouw bijvoorbeeld, stel je voor, ik heb vrouwen en ze wil het lichaam doen... Jij betaalt het ook nog. En de volgende reis. En zegt die tweede, alvast, dek. No, kijk, ik zeg eerlijk, ik zou de eerste gewoon misschien leggen in een model. Maar als je terugkomt, moet je... Ik wil wat houdt dat in, leggen in een model? Dat is lang, hè? Dat dacht ik al. Nee, ik weet wat je bedoelt, maar voor mensen die niet begrijpen. Wat betekent, ik zou de eerst leggen in een model? Wat bedoel je daarmee? Ik zou wel eerst betalen van, hey baby, ik kan go. Mijn pijgie. Maar tweede keer heb je wel go. Dan ik van, hey... Big was sportschool, biggie train ook te herhalen. Ja. Je moet je lichaam je moet ook onderhouden. Ja. Want dat kan opeens zakken, die billen, die bobby en zo. Ja. Ja, toch, ik vind dus jij bent niet anti-plastische chirurgie. Doe je ding als je dat wil doen. Billen, bobby, vissie, lippen. Nee. Lippen niet, man. Meer, als ik lippen niet. Nee, is hard, hè. Kijk. Asantranga. Is hard, no? Asantranga. Is het zo? Asantranga. Praat jij uit ervaring? Uit ervaring. Ik heb ook uit ervaring meegemaakt, broer. Het ligt eraan waar je gaat. Atranga. Oké. Jij hebt harde lippen lopen kussen. Atranga. Ja, amigo, met dat... Hey, wat is dit? Nah. Nee? No. Fake booty niet voor jou, neppe lippen niet voor jou. En jij zegt, hey, I'm good. Doe wat je... Dus even los van... Ja, nee, niet altijd. Nee, sowieso niet. Maar ik bedoel van, als het gaat meer om de reden waarom ze... Ja. Je weet toch, als ze zegt van, ze is onzeker, nee, okay. Het lichaam klopt niet voor haar... Dan wie ben ik? En je hebt absoluut gelijk. Maar nu als we focussen op van waar jij van houdt. Dan zeg jij een nee tegen fake booty, zeg jij nee tegen fake bobby. Dan kijk fake... ik daar niet als eerste naar, man. Oh, je kijkt niet als eerste naar dat? Nee, dus... Waar kijk jij naar als eerste bij een vrouw? Gezicht. Gezicht, ja. Gezicht, ne? Je moet echt een mooie gezicht. Je moet een beeld. Nee, maar niet mooi. Het moet iets aan... Iets, het moet iets hebben, ne? Het moet iets, spreek me aan. Ik kan je ogen, hoe je kijkt. Alles, toch? Je scant van top tot ja, tuurlijk. Maar sommige vrouwen leer je ook anders kennen, begrijp je? Dus die misschien je ziet van, ze is vrolijk of die vibe is leuk. En dan valt dat een beetje weg. Ik zou je wat zeggen. Hoe de lichaam eruit ziet. De vraag is, en dat is oppervlakkig, maar we gaan even oppervlakkig doen. De vraag is... Een sma met een lelijke visie, maar een body. Of een sma met een mooie visie of zonder body. Jij eerst. Zo. Je moet kiezen. Ik zou ze
Allebei zou ik wel gewoon... Nee, je moet kiezen, Mieman. Ik moet kiezen? Ja. Dus een vrouw met een mooie gezicht en geen body. Maar dat, zijn ook, dat is het enige wat ik weet. Dus ik weet niet hoe ze verder is. Hoe nee, ze... nee, nee. Dit is oppervlakkig. Dit is oppervlakkig. Dan mooie visie En geen body. En geen body. Maar wat is geen body? Geen body is dus... Nee, geen body is best wel gewoon geen vorm ook. Geen vorm. Dus recht, oké, okay, maar niet dat het naar binnen gaat, zeg maar. Nee, niet naar gewoon geen vorm. Ik kan hoop hebben op trainen en dan iets gebeuren. Jullie maken dat denk ik te ingewikkeld. Nee, ik snap het ja, maar, wel. Maar, wacht niet, Visie. Dan kies ik voor Visie. We gaan naar jou, ik kom zo bij jou. Een mooie gezicht en geen body. Of body en die gezicht is niet echt. Mooie gezicht, geen body, man. Ja? Ja, man. En jij, pa? Ik ook. Jij ook. We zeggen dat gewoon, ik zeg het real, niet voor shine. Nee, nee, ik wil gewoon dan... niks hier is voor shine nu, man. Ik weet niet waar jij mee bezig bent. TikTok. Maar ik gewoon, broer. Dat is het mooiere meiden. Ik begrijp je. Ja. Nee, luister, nee, maar ik ga je één ding zeggen. Nee. Maar ga ik deze voor je droppen, want look. Ik heb dan wel eens dat ik zo mooi, dat die fiets is gewoon mooi. Inderdaad, is mooi toch? Vooral als je wakker wordt, dan wil je naar iets kijken van. Maar dan gaat ze naar het toilet. En als jij billen zo, dan denk je, oh ja, shit, was ik vergeten. Mooi gezicht, man, denk ik. Oh ja, was ik vergeten, wanneer het toilet gaat. Ja, zie je die billen zo van, nee, dan zie je die billen niet, dan zie je zo van, dan zie je, ja, maar dat is bij, hier is mijn buurman. Dat is achteraf, wat heb je liever, dat je wakker wordt en schrikt? Of broer, dat wat je heb je liever, dat je naar zo'n draak wakker wordt of je denkt van, ja man, mevrouw is wel knap. Loco, ik hou van doggy style, dus ik ga die visie toch niet zo vaak zien. Broer, maar als ze een draak is, is het niet erg, maar dan moet er andere... We gaan niet over persoonlijkheid. Ja, dit is, ja, dit houdt het op. Dan houdt het op. Dan kies ik voor gezicht, man. Dit, we houden het oppervlakkig. Ja. Dan kies ik voor gezicht. Gezicht, hè? Ja. Dit is een oppervlakkige takkie. Ja, nee, en ik zou je wat zeggen, ik doe een krabbige shit. Toch ook wel gezicht, hoor. Ja. Toch ook wel gezicht. Geen make-up, hè? Nee, ik ben sowieso niet een grote fan van... Je mag wel je wenkbrauw doen. Ben je anti-make-up? Ja, een klein beetje. Een klein beetje, gewoon om die... Een beetje poeder. Beetje die shine, je weet toch? Mijn idee is, als de Sma helemaal de visie heeft gedaan... dat je de mijne wil vragen, hoe laat begint je concert? Want zo maken ze zich tegenwoordig op, toch? Dat denk ik van, dan heb je zeker geen tijd gehad om je pontje bij te houden. Ik zeg, ik zie... Dat denk ik, als ik dat zie. Soms zie je van die dingen... Mieman, denk aan Tori. Jij staat 's ochtends op, toch? Kijk bij als man, je staat 's ochtends op. En ik heb het druk, hè? Ik ben schoon, ik ga weg, sitcom. Misschien doe ik lijntjes soms niet eens. Maar ik ben schoon, ik vertrek. Kan je voorstellen dat je 1,5 uur besteedt voordat je uit de deur kan stappen? Dan ben je eindstand gewoon zonder make-up mooier. Dan is het zomaar. Hij zegt daar wat. Ja. Heel veel van die vrouwen zijn zonder make-up veel mooier. Ja. Klopt. Dat is sowieso iets wat... Bro, je bent zo geschapen, bro. Maar ja, een vrouw ziet vaak snel dingen wat zij misschien minder mooi vindt aan zichzelf. Ja, je kan inderdaad niet bepalen, maar ik zeg vanuit mijn idee, mijn smaak, ik hou niet van te veel. Ja, te veel make-up. Maar als je jarig bent wel. Weet je wat? Dat ook niet. Nee, maar als je Nee, als er iets een speciale gelegenheid, ik begrijp het. Ga even naar de visser. Ik ga je zeggen toch, ik geef een vrouw met make-up, ik hou niet van brassen geven. Ik weet niet hoeveel duur mijn shirt is. Je hebt het niet gekocht. Nu, kom Osso. Je hoorak. Enige wat ik wel belangrijk vind, als je wimpers zet, blijf het zetten. Ook al zijn, want je wil niet verrast worden. Maar je niet leren. Dus Waar is het? Of je hebt het niet, oké, geen probleem. Maar als je het zet en je hebt het, ik leer je zo kennen. blijf het zetten. Blijf het zetten. Dat is goeie. Want die lesjes maakt die vrouw, die gezicht wordt opeens mooier. Ja. Daarom denk je echt van, weet je wat? Zonder lesjes lijkt ze dood, toch? Dat is niet... Zonder lesjes lijkt ze dood. Weet je wat voor vrouw ik krijg? Weet je wat voor vrouw ik wil? Het is niet voor TikTok, hè, boys. Gewoon serieus. Als jullie gaan denken... Jij bent de enige die met TikTok bezig is. Weet je wat voor vrouw ik echt wil, broer? Een vrouw die gewoon lekker of zo is, rustig. Maar wanneer ze uitgaat, is ze echt mooi, ken je die? Ja. Is gewoon een huis. Als ze zich opmaakt, bedoel je? Eerlijk? Opmaakt, gaat ze spannen. Bijvoorbeeld, ze gaat naar een vis, maar ze is gewoon heel rustig. Maar hij zie je niet vaak. Dus jouw vrouw zie je niet vaak en ze gaat uit en denkt van... Ziet er wel goed uit, man. Die zijn echt de beste. En ze werken in de zorg, hè? Want Monique moest gewoon inzien. Ze moet ook in de zorg werken. Mag niet. Hij is nog maar. Zorg, ze moet zorgen. Waarom de zorg? Omdat ze zorgzaam moet zijn. Nee, ik moet gewoon zorg, Monique, kon dat weten. Zorgzaam. Overal komt geld. Niet allemaal daar zijn zorgzaam als je weet wat ze doen met die ouderen. Ze trappen. Hey, lopen. Die allemaal zijn zorgzaam. Dat is wel die Tori. Oké. Volgende. Ja. I would die for and I would kill for. Not woman. Dan, wat vertel voor me?
Not woman, wat betekent dat, not woman? Jij zegt... Ja, ik snap het ook. Nee, maar jij zegt... Zeg intelligente man. Nee, maar zeg ze nog een keer. Ja, I would die for and I would kill for... Wie zou iemand doodmaken? Simpel, Nederlands. We gaan het met jouw antwoord doen. Maar is het een persoon? Not woman. Moet hij een persoon? Of, nee, maar begrijp hij mag antwoord geven. Als ik, voor wie zou je dood? Ik ga dood. Nee, maar, voor wie of wat ga je, zou je dood maken of gaan. Zou je dood voor gaan? Voor geen meid, man. Oké, okay, dat is het antwoord. Ja, oké, okay, zeker. Echt niet. Goed zo. Gezond antwoord. Ik zou niet, als ik gezond antwoord. Mijn meid zie met een boy in die... Of je hebt er nog niet ontmoet, dat kan ook. Nee, ik ga niet dood voor gaan. Je gaf een voorbeeld. Als je komt en je ziet je meid in een osso met een andere keel. Ik pak mijn spullen, ik ga weg. Maar ik heb carrière, broer. Nee. Ik moet niet vastzitten en ze... Wat meid? En ze gaat andere boys... Broer, ze gaat gewoon... Ze gaat andere boys iemand anders wiepen. En ze gaat gewoon je beste man wiepen. Mm-hmm. En hij gaat dat ook tigeren gewoon. Juist. Maar nee man, ik ga niet voor... Ik kies voor mijn leven, man. I would die for and I would kill for... Mijn moeder. Moeder. Not woman. Not woman. No. Mijn moeder en mijn grandmother. Oké, oké. Ja. Maar ook wel een beetje om mijn vrouw, man. Want uiteindelijk, broer, wil ik... Heb je een vrouw? Nee, maar uiteindelijk... Nee, maar ook een beetje om mijn vrouw. Nee, een beetje als je een vrouw hebt, ook een beetje voor haar gaan. Want als je gaat trouwen, dan ga je ook tot de dood ontscheiden, toch? Ja, oké. Okay. Ik zeg wel iets goeds. Ik denk als je kinderen met haar hebt... Ja, man, ik ga wel voor mijn vrouw dood in een model. Maar niet... Kijk, ik ga wel voor mijn vrouw ga ik wel door het vuur en dood. Ja. Maar niet als ze vreemd gaat. Ik heb het goed gezegd, toch? Ja, plus jouw antwoord. Het is jouw antwoord, dus het is goed. Zo sta ik erin. Maar voor de rest, ik ga echt niet voor een chickie dood, man. Hashtag not woman. No, hij zei wet wel woman van je kar. TikTok. No. Wie man? Insta story. I would die for and kill for. Mijn familie wel. Je familie? Ja. Oké. Okay. Alamala. Iedereen. Awis was hier om toe. Nee, niet iedereen. Maar er zijn zoveel waarvoor ik wel zou, ja, dat ik niet kan zeggen die, want dan blijf ik doorgaan. En ja, sommige vrienden ook. Luister, ik geloof je. Anupanya. Inoso Japanya. Ik geloof je direct. Ik geloof direct, je direct. Nee, voor hun wel. En voor mijn eigen, voor mijn eigen trots, mijn eer, mijn zelfwaarde. Jo? Dat zeker, man. Ja, no? Ja, voor ja, dat. Als je me trots of zo of iets probeert te schaden, dan gaan we door. Oké, ik blijf bij jou. Ik geloof in echte liefde, maar... Of ik geloof niet in echte liefde, maar... Ik geloof wel in echte liefde. Maar? Je hebt het nog niet gevonden. Ja, is dat een antwoord? Denk ik. Ja, is dat je antwoord? Is dat je antwoord? Ik weet niet wat het is. Ik geloof in echte liefde, maar ik weet niet wat het is. Misschien mooi, is dat het. Mooi, mooi. Ik geloof in echte liefde, maar ik weet niet wat het is. Dat ook, man. Wacht, we komen bij je, man. Even neggen. Ik geloof in de echte liefde, maar... Ja, nog niet gevonden. Maar nog niet gevonden. Want je mag ook zeggen, ik geloof niet in de echte liefde, maar... Maar jullie zeggen, nou, ik geloof in de echte liefde, maar je gelooft er wel in. Je gelooft er sowieso in. Ja, in echte liefde. Echte liefde heb maar ik sowieso nog niet gevonden. Van mijn moeder, oma. Maar dat weet ik niet, natuurlijk. Ja, vrouw Tori. Vrouw Tori. Maar je praat met een meid, je hebt een relatie. Ja, nee, ik hou van je dit. Broer, nu je bent single. Ja, ja. Is geen echte lobby. Al die taktakief, al die dingen, en je geloofde het, al die... Hè? Misschien waren er tranen erbij. Want een meid kan gewoon voor je huilen, hè? Terwijl ze met de andere kill night. Ze kan gewoon voor je huilen. Want ze zeggen, mannen zijn dagoes. Ja, ook okay, vrouwen zijn echt. Ja, vrouwen zijn echt. Huh? Mm. Er zijn een paar tussen. Oh. Wat wil je zeggen, mijn man? Wordt emotioneel. Ja, goed zo. Is een show ervoor. Nee. Hij heeft gelijk, man. Ik geloof in de echte liefde, maar... Ik geloof wel in echte liefde, maar... Broer, ik heb vaak meegemaakt dat vrouwen zeggen, ik hou van je, maar ik praat niet meer met hen. Inmiddels toch? Ja. Al dat, wanneer dat gevoel allemaal weg is, kan ik bij een didding schrijven. En misschien meenden ze het op dat moment. Soms gaat het weg, het kan ook terugkomen. Liefde kan geen moment opnemen. Het is net als... Zou je denken, je oma gaat niet nu van je houden en dan... Je trekt het op dat level. En dan opeens... Dus dan was het geen echte liefde, zeg jij? Dan was het nooit echte liefde geweest, zeg jij? Kan niet. En als je bijvoorbeeld 10 jaar met een vrouw gaat en opeens is het uit, was dat dan wel echte liefde? Dat is een goede vraag, ik weet niet, vind je? Ja, tuurlijk. Je gaat 10 jaar met die vrouw. Je gaat niet 10 jaar in iets zitten waar je niet in wil zitten, toch? Maar is het liefde? Maar zeg, wij hebben een goed gevoel erbij, dat vind ik. Ja, maar je moet een goed gevoel erbij hebben. Kijk, je gaat 10 jaar met die vrouw, maar het is nu klaar. Dat je een goed gevoel bij die vrouw op dat moment. Je kan nog steeds van haar houden nadat het uit is. Ja. Maar ik bedoel van, je kan niet zeggen, je gaat dus zoals hij net zei van...
ik hou van je, maar nu, er is niks. We praten ineens met elkaar. Ja, toch? Dus dat wil zeggen, ik bedoel, als je met iemand gaat lang en het gaat uit omstandigheden, maar lobby is daar. Oh, is het ver? Maar het is daar. Loco, om dat te versimpelen, zeg ik altijd, het maakt me niet uit als ik 1 nacht, een one night stand, 1 week, 1 jaar, 4 jaar met de sma ben geweest. Ik hou je voor dat moment dat we hebben gehad. Mm-hmm. Voor dat moment hou ik van je. TikTok. TikTok, daar zijn we er. Nou, een TikTok moment, Jutemi. Ja. Ja, een beetje. Oké, nou dan kunnen we gaan pauzeren. Zo. Het is wel lauw, zeg eerlijk, man. Het is lauw, holla. Hé, maar broer, hoe begin je uit het niets? Ik wist niet eens welke kant ik moest kijken. Hij was opeens daar. Hij begint opeens. Gewoon, hij begint gewoon. Ja, dus mensen, ik ben nog... Killy's Loveline, en ik weet niet of we inmiddels al dat TikTok moment hebben gecreëerd waar jij zo graag naar op zoek bent. Nog niet. Volgens jou nog niet? Nee. Nou, we gaan het zien. Gilly's Loveline en Rarko en Friends eigenlijk. Security noem ik hem. Virgil en de mysterieuze broertje van Rarko, Nega. Luister wat ik met jullie ga doen, Jera. We gaan een spel spelen. Het is eigenlijk om te zien hoe goed jullie elkaar kennen. Want ik heb dan kennis met jullie gemaakt via die vragen van mij. Nu gaan we kijken hoe goed jullie elkaar kennen. Er zijn maar 3 antwoorden mogelijk. Dat is Rarko, Virgil of Nega. Als jij het zelf bent, als het antwoord is, als jij vindt van dat ben ik zelf, dan laat je het bordje liggen. Ja? Duidelijk? Mm-hmm. Y'all ready? Want je begint te spieken hier, zie ik. Ik kon niet toch, jongen? Kom, je doet alsof je blond bent. Maar jongen, kon boy. Misabi. Oké. Okay. Ja, je hebt bord paraat. Hou je bord alvast vast. Als het antwoord jij is, dan laat je bord plat liggen. Ja? Wie van jullie 3 raakt het snelst verliefd? En hey, om takkie, niet overleggen, niet spieken. Je spiekt, mijn man. Gelijk draaien. Rarko. En jij weet dat het Rarko is, want je laat... Echt waar, Rarko? Ik word snel verliefd. Jij wordt snel verliefd, hè? Ja, maar niet snel. Maar gewoon als ik... Niet snel, maar snel. Als ik iemand leuk vind, toch? Na baby, direct. Ja? Gelijk baby, direct baby. Vijftig rozen. Wat heb je gezegd? 50 rozen. 50 rozen direct. Ah. Jij hebt iets met 50 en je deelt 50 euro uit. Je deelt 50 rozen uit. Wat is dat 50? Oh, als ik verliefd ben, broer, ik heb het van mijn neef toch. Pas, als ik iemand leuk vind, ik word gelijk verliefd, broer. Kijk, niet gelijk. Maar als ik een chickie... Kijk, als ik voor je ga, dan ga ik wel voor je. Ik probeer gewoon, als ik met eentje paar in het begin leuk te vinden. Ja. Ik word wel een beetje verliefd. Dan ga ik echt, dan ben ik echt gefocust op eentje. En hoe vaak is dat? 1 keer in de maand of zo. Oké, 1 keer in de maand word jij verliefd? Nee, 1 keer in de maand. 1 keer in zoveel tijd. Oké. Nee, maar het was unaniem. Jullie wisten gelijk van, die is naar haar. Cool. Ja. Is je toch? Dat is de game, netjes. Jullie gaan lekker erin. Volgende. Als jullie zeggen van, oké, we kijken naar ons 3. Wie van jullie denkt het meest dat hij een ho kan veranderen in een housewife? Als je kijkt naar... En niet spieken, gewoon gelijk draaien. Jij zegt Rarko. En Rarko, jij zegt Virgil. Ja, hij kan een mocho veranderen naar een goede meid. Oh, hij kan het doen, zeg jij. Maar dat is die vraag, toch? Nee, eigenlijk moet toch. Maar oké, wacht even. Misschien ook interessant. Kan ik het, maar... Dat is een compliment. Ik geloof daar niet in. Dat ik van een mocho... De vraag is, wie heeft dus die instelling van... Hij gaat voor een ho en dan wil hij de wifey maken. Dat is eigenlijk de tory. Maar check je die een mocho is? Het is gewoon een ho eigenlijk. Ja, ik ben wel zo. Oh, dat ben jij? Ja, man. Bro, waarom? Ik ga eerlijk zeggen, wat ze vroeger heeft gedaan is haar probleem. Ja, maar jij wil haar wifey maken. Als ik verliefd op haar ben, dan wil ik dat gewoon. Oké, maar Luku, je bent vrijgezel. Dat wil zeggen dat het dus altijd verkeerd heeft uitgepakt, want ze bleek niet wifey te zijn. Ja, maar als jij een mocho kan temmen, dan ben je een echte man. Is het je geluk? Het is me vaak geluk. Maar je bent single. Nee. Ja, omdat ik nu... Dus ze is geen wifey geworden? Nee, ik kom net uit... ik kom net uit een relatie. Maar daarvoor heb ik wel met een paar meisjes... Wife van haar ook, zij is mocho en dit, dat. Maar kijk, we noemen niemand host, dus je moet niet zo spannend doen. Maar speel gewoon even mee. Want je weet, we kennen allemaal... Maar waarom doen jullie mijn naam alweer?
Maar jij doet zelf ook je naam. Heb je dat veel toch gedaan? Nee, maar jij dacht dat de vraag was, wie kan een hoop? Oh, dan ben ik het. Oké, dan doe ik die ding dat ik ben. Ja, ik ja. Maar interessant, dus volgens jou, jij zegt als iemand een hoe in een housewife kan veranderen, dan is het Virgil. Ja. Ja, hij heeft dat talent, jij ziet hem dat doen. Ook, nou, ik kan het zelf niet. Maar, nee. Dat is een mooi compliment. Okay, nee. Alhoewel ik niet geloof daarin. Hè? Ik geloof je wel. Je bent wie je bent, is wat ik zeg. Ja, omstandigheden heb je in hoog gemaakt. Dat kan het. Je loopt nij gewoon met iedereen. Dan, nou, dan ben je niet per se, weinig, dan ben je niet per se je doen. Maar als ik weet van je, het zijn gewoon je weet toch, omstandigheden van je bent verliefd op één keel. Hij blijkt fok op te zijn. Yeah. Daarna, dus je bent zeg maar een vrouwelijke versie van wat hij eigenlijk... Van Rocco is dat het loopt steeds mis. Het loopt steeds mis, dan heb je... Maar ben ik mocho dan? Nee, Arki nog. Not woman, Arki. Nee, hij noemt dat soort mensen juist niet te ho. Hij zegt, je probeert steeds, maar het gaat steeds mis en je blijft proberen. Ja, ik blijf wel maar een ho is gewoon, is dat je toch? Je hebt een mattie hier, een naida, je doet dat, je zit zo. Ze heeft eenmaal ho-manieris. Je bent geen ho, je bent gewoon dom, vind ik. Je weet wel, je gaat gewoon steeds erin. Maar ja, ho. No, je bent wel ho, man. Maar tot nu toe, unaniem, Rarko. Juist. Laten we kijken wat we hieruit kunnen halen. Wie heeft de meeste geheimen als het aankomt op vrouwen? Go. Zo. Hey. Zo. Lekker. En een man toe eerlijk ook toe. Maar eigenlijk logisch, hè? Die mysterieuze man. Zo. Iedereen draait hier nega en nega geeft toe van Nami. Je weet nooit iets van die man. Misschien gaat hij je zeggen, maar later pas of zo. Echt als het later. Is geweest. Ja, als het is geweest. Nee, maar behalve dat hij is geweest, gewoon, hij laat het gewoon. Hij is niet iemand die snel praat of zo. Ook niet tegen zomaar. Maar het is gaat hij zeggen van ja, ik ben daar. Ja. Als hij kan echt verkeerd uitpakken, bro. Daarom hou ik mijn mond. Het voorbeeld is, hoe is dat verkeerd uitgepakt? Gewoon, Mattie wil je blakke baslaan bij die meid. Oh ja, dus je doet geheimzinnig. En express. Nu gaat je Mattie voor die meid. Ja, in elkaar nemen, a letter R deninger, hè. Oké. Hij heeft geen regilio, toch? Nee. Oké. Maar daarom denk ik van, hey, bro. Maar misschien wist hij niet dat het je meid was, want je deelt niet. Nee, kijk. Ik geef bepaalde steekpaasjes. Maar over het algemeen denk ik van... Ik hou gewoon mijn mond. Mag ik wat zien? Oké, wat? Loesoe. Ja. Heb gelijk? Ja. Als je veel gaat praten, dan is het toch wel iemand die... Jarusoe, je weet toch? Oké. Ik ging wel een keer takkie. Ik heb meegemaakt, je weet toch? Ja, ik wou wel gewoon wat, die vrouw. Je ging één keer takkie, wat zei je? Ja, ik ging één keer takkie. Dus ik was nu ergens, toch? Dus ik ben weer takkie normaal mee, toch? Dan ben ik... Als mensen zien wel een mooie foto, dan ben ik... Ai! Erik Amsterdam, nu was ik met de kill met de epa. Ik heb een meid, man, broer. Ze is echt goeie, man. Lijkt die kill zo vrouw te zijn. Lijkt ze kill. Nee, ze baby mama. Dat was de baby mama ook maar nog. Maar nu was mijn telefoon uit. Dus wanneer mijn telefoon aan is, dan bereken van, ik ga zeggen, hey, schat, ik ben er weer. Maar ze wil tekst. Waarom praat je met je mond en dit en dat en zus en zo en bla. Toen dacht ik, hij moet eens misreven, Erik. Ja, dus je moet ook niet veel praten. Nou, je moet niet veel praten. Want mannen praten ook veel af en toe, te veel. Dus jouw idee is goed, alleen soms pakt het verkeerd uit. Ja, toch. Kijk, en die code, als je in de cirkel praat, dan ben je blakka man bal en dan ga je ook snel eruit. Ja, als je blakka slaat in die cirkel, ben je ons broer. Maar check, wat ik heb meegemaakt. Het kan nergens. Je kan het niet maken. Ja, je kan niet. Ik vind dat echt raar. Jij? Bij een mattie? Nee, bij een keel. Ik zeg gewoon, maar was, weet je welke tijd? Ik was jong boy. Ja. Nu sla ik heb lang geen blakkabal. Zeker toch. Leg even uit wat blakkabal is. Sommige mensen begrijpen niet wat het inhoudt. Of help hem uitleggen. Het is gewoon van je gaat naar die vrouw. Je zegt slechte dingen over die vrouw. Oh, dat! Toen niet eens slechter, maar je. Gewoon, eigenlijk wil jij die vrouw. Nee, mijn man was vroeger. Maar ik ga je wat zeggen. Dat is some bitch shit. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, toch? Kan niet, bro. Nee, dat kan niet. Je moet niet... Moet die code houden, zo bro. Moet je niet een meid willen vangen door iemand. Is er code, toch? Is er code, toch? Ik ben je was jong. Ik begrijp het. Mannen begrijpen dat niet. Nee. Maar zo wil je niet... Karma, hè? Broer, snap je? Dat was even nog op dit soort zijn. Zo moet je een man niet willen vangen. Weet je waar ik niet van? Wanneer een vrouw een man breekt bij jou, broer, doe dat niet. Nee, ook als een vrouw het doet, hè? Ja, man, doe dat niet, man. Ik zeg altijd tegen chickies, ik ben niet geïnteresseerd in X-Files. Ja, man. Manga Yujano. Dit is de focus. Ik hoef niets te horen over je huidige man, je ex-man of die. Ik hoef niets daarvan te horen. Ja, man, anders kon ik liever met hem hier zitten. Ja, blazen, man. Toch? Ja. Je denkt wat door hier, Argo. Fokken. Wat is er aan de hand? Nee, dat denk ik niet, man. Ik ben altijd die liefde toch? Lief. Bro,
Isafo. Isafo, ne? Kijk, soms zeggen we bepaalde dingen toch. Ze wil de mening uiten met je toch. En dan moet je in die rol gaan. Je moet niet in die rol gaan dat je ook meepraat over die ex. Nee, je luisterend oor. Luisterend oor. Doe het volgende keer beter. Dan neem je ook misschien voor die mannen, maar misschien kijk je naar die andere perspectief. Begrijp wat ik bedoel? Oké, ahee je. Echt serieus? Ahee je. Johan Trawano. Oh nee, maar dit antwoord is al duidelijk. Deze kan ik eigenlijk overslaan. Ik ga bordje trekken. Mag ik één van jullie bord? Mag ik jouw bord? Wie spendeert het meeste geld aan meids? Bam. Ja, kom met die meiden, Dat is probleem. TikTok. Wie spendt het meest? Wie spendt het meest van jullie aan een meid? Ik denk dat we allemaal wel spenden, maar hoe hij het bracht was het van... Joh. Ja, want iemand had bankoe, 50 rozen. Toen was hij vrijgevig. Milo, fuck you aan mij. Schatje, ga je nagels doen. Ons. Ja, maar dat zou... Dat is gewoon iets normaal. Ja, waarom ben ik die kilder? Ik vind dat wel iets normaal. Nee, dat zou ik ook doen. Dat is gewoon normaal, maar... Ja. Nee, maar jij hebt je mening vast, het is Rarko. Waarom is hij dat antwoord? Ja, het is gewoon zo. Hoe hij net al antwoord gaf. Heb jij vandaag geld aan een meid gegeven? Nog niet. Maar het is nog vroeg, hè? Het is nog vroeg. Het is avond. Het is nog vroeg. Weet je wat leuk is? Als je in een club bent, zeg je tegen mij, ik wil je drinken. Ja? Oké. En dan bestelt ze de duurste van de duurste. Eenmaal iemand play money man game. Oh, Red Bull. Gewoon zo. Of ik kan een beetje van ons drinken. Mooi uit fles. Die we gratis hebben gekregen. Oké. Je moet niet al je geheimen onthullen. Nee. Als het op vrouwen aankomt, wie heeft de meeste praatjes? Bord draaien, niet beïnvloeden, niet loekoe draaien bord. Als het op vrouwen praatjes van, aan mij die is me dat mooi heeft me. Aan mij dat. Real shit. En het bord draaien. Ja. Niet kijken alsjeblieft. Wees sportief. Wie hier aan tafel heeft de lelijkste meiden gedate? Wie? Hey, Conor. Oh, bakka. Ik heb ook veel. Maar toch Rarko, zeg je. Omdat ik toch een paar ken, begrijp je? En ik denk niet dat hij die van mij kent. Oké. Het is toch weer Rarko weer. Ja. Dus jij discrimineert niet qua looks, begrijp ik hier? Nee. Helemaal schijt. Hij scheidt ik alles. Ik ook niet, dat is die hele grap. Maar hij kent die van mij niet. Daarom. Dus je had het eigenlijk voor je kunnen houden, maar je bent sportief. Je zegt, look om je misdrijf en na een paar waarvan ik zeg van... Ja. Nee, niet meer. Niet zo heavy. Ze hebben allemaal iets wat ik wel ze leuk hebben vond. Iets, toch? Oké. Okay. Maar alleen jij ziet dat. De rest van de wereld zit er niet. Maar nee, maar is mooi. Je loopt lelijk meid. Is mooi. Ik vind het niet erg, man. Nee, toch? Ook alle vrouwen zijn mooi, sowieso. Maar, laten we dat voorop stellen. De lelijk meid, hey, doe zijn jij. Daar zit het hem in, hè? Af en toe. Oké. Ik heb ook soms gehad dat ik met een meid was en ze deed zo bij de borst. En ik was gewoon met haar. Oké. Okay. Begrijp je? Ik dacht ook mezelf samen, gewoon gweigel, maar met taal gewoon. Maar hey, ronde af. Niet voor niks zeggen, mag. Gewoon zomaar. Gewoon zomaar. Maar ik ga dat naar delete. Ik delete. Oké. Okay. Hoe reed je dat? Nee. Nee, dit bedoelde ze met praatjes waarschijnlijk in die ronde hiervoor. Oké. Nou, Rarko loopt lelijk meid, niets mis mee. Nee. Lelijk meid, niet love toe. Ja, natuurlijk. En jij bent bereid ze dat te geven, gelukkig. In de boy. Ja, man. It's a beautiful thing. Dank je wel. Namens de lelijke gemeenschap, dank je wel. Geen dank. Nogmaals. TikTok. Ze kunnen net knippen aan die PC, daar hoor je die TikTok-PC niet. Oké, heren. Ik ga jullie vragen. Wie is het romantisch? Draaibord. Wie is het romantisch van jullie drie? Van jullie drie. Echte. Ga je gang. En geef je hem. Wie nou romantisch nummer 1? Ja. Wie nou romantisch? Naar Jurepe. Milop, foe. Begrijp je? Hoog in de toren. Dan moet je die vrouw de ogen dicht doen. Dan moet je die laten leiden in de kamer met...
met kaarsjes. Hè? Okay. Met een naam en een Hennessy fles. Daar. Geri. Oké. Bien, ja, Sandafe. Ja, ja, ja. Ja, weet je, duidelijk. Maar dat is romantisch, hè, Jan? Ja, oké. Okay. Nee, oké, okay, dus daar komen we. Alles eten. Alles eten, hè? Chitori. Moxie met die. Alasan. Agu. Chitori. Alasan in de patte, jong. Dagu. I'm a dog. I'm a big dog. Taxi woef. Oh, jongens. Oké. Okay. Hey, maar alles valt op. Jij bent voor alles. Ja, alle markten thuis, hè? Ai. Ja, man. Ja, ja, ja. Mooi. Oké, okay, wie van jullie laat het meest vrouwen over zich heen lopen? Ik de... Oh, joh. Draai je ook gewoon een takkie. Laat hem gewoon laten zien. Nekka. Ik weet het. Oh, ja? Ja. Rarko. Nekka zeggen Rarko. Jullie zeggen beide Nekka. Nekka. Jij zeggen Rarko. Nekka toch. Nekka, kijk. Nekka is een man, denk ik. Bij ons aan mijn plek Biggie, man. Ja. Maar tamalo bij mij. Maar tamalo, tamalo also. En ze zijn alleen met z'n tweeën. Ah, vriendje, ja, vriendje. Dan gaan we rustig, man. Ik ken het wel. Ik heb niet gezien. Ik heb ook niet maar gezien. Maar ik heb wel gezien. Maar je hebt een idee. Je hebt een idee. Want jullie zien niks van hem. Hij deelt niet. Nee. Maar jullie kunnen het invullen. Als je pijlt, dan we gaan met z'n allen uit. Deze was al gewoon... Ik brood me naar huis, man. Want ik ga... Nee, ik moet morgen ergens naartoe. Terwijl Awasabi, hij wil geen probleem. Maar... Ja. Maar Nekka, dat zeg je Rarko. Ja. Broer, we of hebben allemaal niet? Situaties meegemaakt. Je weet toch. Het is een situatie ding, hè? Het is een situatie ding. Kijk, als je iets serieus wil starten, dan doe je neem je bepaalde stappen. Oké. Okay. Ja, dan kan je niet overal mee gaan. Hij was ook die Nekka. Ja, hey, ga je mee? Ja, klopt. Ik ook, ik ook. Maar ik was helemaal in een andere lijf en dan, je weet toch. Nee. Op een gegeven moment, mij zag je niet meer, hè? Echte? Wow. Vermist. Maar je zag je bent allemaal boy in een ticket-telefoon. Hé? Met die gewoon familie zomaar voor het wachten. Walla roos dit. In mijn belly. Maar die man, we gaan naar de pizza. Nee, kan niet, man. Ik moet daar zijn, toch? Je moet steunen. Kan de schoolfamilie panangamma zomaar. Papa, ma. Je want dat? No, ik was ver, man. Ja, ik was ver, man. Ik was situaties, man. Ja, ja. Gewoon eerlijk. Ja, gelukkig. Iedereen gewoon. Ja, ja. Ik was ook vaak, kijk. Ik was vaak in de model. Dus ik niet dat je toch gewoon in die osso. Dan ben ik dan misschien snap dat de mij belt en dat is Sam, ik krijg ook wel een rooster. Maar mijn kan go, want osso, je moet een probleem. Begrijp je? Yeah. Nou, is voor die probleem. Nee, je mag alleen tijd voor je vee. Oh, je moet ook investeren, begrijp je? Oké. Okay. Maar als man word je wel rustiger als je altijd bij je. Soms hey, dat wel. Ik ben eerlijk. Sommige mannen hebben vrouw nodig om ze rustig te maken. Ja, maar ik ga je Tori, maar toen ik dat deed, broer, je zag me niet meer. Oké. Je zag me af en toe. Je was minder wild. Ja, dan nu, niet wild, maar nu zie je me vaker, maar als ik, toen ik een vrouwtje had... Ja, je was niet on the scene, je was bij je vrouwtje. Ik was daar wel vaker, man. Was makkelijk in te vullen, waar is Arco? Vrouwtje. Ja, maar ik had... Je gaat niet zomaar naar elke feest. Waar is de geld? Gewoon... Vrouwtje. Nee, dat niet. Oh. TikTok. Nee, maar het is wel waar, maar als man heb je wel een vrouw nodig in een model. Nu pas valt ze, waar is een geld? Vrouwtje. Ja. Oh, nu pas valt? Nu pas valt. Oké. Is het waar? Is het waar? Waar is zijn geld? Vrouwtje. Nee. Ah, nee. Hij is niet zo. Dat niet. Yeah. Dat weten we niet. Hij zou wel wat voor de kopen en hij zou wel wat. Maar ik. Nee. Ik gaf één jaar. Nu moet ik je pinpas af en toe. Pim? Boh. Nee, maar niet. Gewoon, we gaan naar Albert Heijn en koop dit, dat. Ja. Je laat je pinpas bij die vrouw. Citrine Barkie, min. Nee. Die stijl. Ja, die stijl. Maar als je vrouwtje. Jij laat je pinpas achter voor als je een vriendin hebt. Gedaan. Oké. Okay. Ja, nee. Hey, no judgment. Maar toch wel een beetje. Ja, maar toch. Nee, is een beautiful thing. Maar gewoon eerlijk, man. Je real talk, toch? Ed Rarko, toch? Ja. Ed Rarko, ja? Ja, meer. Ed Rarko. Laatste. Oh, is eigenlijk hetzelfde. Want, ja, is eigenlijk hetzelfde. Maar laat me dan toch doen. Wie van... Nee. Ik ga eentje doen die jullie graag wilden. Ja. Want jullie wilden bemoeien met mijn productie voor de show. Vraag dit, vraag dat. Met Tegoer Asana Brokoso. Asana organisch donwetaki. Ja. Maar deze ga ik jullie dan geven nu jullie dat graag wilden. Wie heeft de hoogste body count? Dat wilden jullie toch? No. Go.
Go. Bord. Bord. Wie heeft de hoogste body count? Bord. Bord. Kierig. Bord. Wokira, man. Rarko. En zo vaak. Rarko. Is het zo, is het zo. Rarko. Nee. Naar RD. Nee, dat is RD. Halve dag. No. Maar je bent eens. Nee, nu ga je zomaar iets trekken, voilà, jongen. Hoger, 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 zwaar. Nega heeft een hogere bodycount. Je broertje heeft een hogere bodycount dan zwaar, jij. Zwaar, zwaar, zwaar. Hij heeft vierdubbele. Vierdubbele van jou? Hij vult zijn ogen. Oh, maar man, nee, nu wil hij het draaien naar mij. Nu wil draaien. Ja, nu is het vreugde. Ja, nee, dat is duidelijk. Dit is iets wat je gewoon moet claimen. Ik ben al niet geloofwaardig. Dus hij boeit meer, nee? Ja, man. All you need is love. Love, oké. Love, love. Nou, hier zeggen we, if it ain't about love, it ain't about nothing. Maar voordat we, want dat klinkt afsluitend, wat we absoluut nog niet gaan doen. Ik heb nog namelijk iets hier voor jullie wat ik elke aflevering doe. Tenminste, sommige afleveringen zet ik dan een of andere liefdesquote neer. Of het nou gaat over vrouw, man. Ik drop het op tafel, ik wil er naar kijken en dan wil ik weten wat jullie ervan vinden, heren. Ja. Ze zeggen namelijk, it ain't no fun if the homies can have none. Wat ik... Hij vertaalt in gamang. Hij zegt me gewoon van... het is niet grappig als je matties... No. Het is niet leuk als je... Ja. Het is leuker als je deelt met je matties. Ja, dat is waar het op neerkomt. It ain't no fun if the homies can have none. Het is leuker als je met je matties deelt. En dan hebben we het over vrouwen. Delen jullie vrouwen? Hebben jullie vrouwen gedeeld? We hebben gedeeld. Heep. Hij weet het niet eens. Zo wild is jullie rockstar life. Niet toch? Nee, praat niet toch? We hebben gedeeld. We hebben gedeeld. Het was niet van. We wisten het. Oh, zo ja. Oh, jullie wisten het? Migo. Amango. Amango, Migo. Hoe is het gebeurd? Oké. Zo is wel een paar keer gebeurd. Ja. Oké. Keep it in the family achter. Maar jullie wisten het niet, zeg je? Nee toch? Kijk, die man bijvoorbeeld, hij ging eerst. Maar misschien had hij, Amango. Kijk, Amango. Ah, amigo, boy. Oké, op die manier. En zo, maar zo, Joy, dit is mijn mocho toch? Ja, is mocho. Jullie komen als mocho's over. 10 jaar geleden, man. Ja. Als je zo jong bent, dat gebeurt meestal in de jonge jaren, inderdaad. Ja, 15 jaar. Want als je ouder wordt, als het goed is, moet er geen andere piemel in de ruimte zijn waar je bezig bent, toch? Wanneer je bezig bent, ik deel niet. Nee, jij deelt niet. Nee. Dus het ain't no fun if the homies can have none, jij staat daar niet achter. Nee, maar jij zegt, kijk, daar, dok. Ik krijg het weer anders binnen, begrijp je? Hoe hoor jij het? Ik deel geen vrouw. Waarmee ik bezig ben, deel ik niet. Nee, man. Als een mattie van me achteraf... Als ik klaar ben en een mattie van me gaat erop, je weet toch? Ja. Dan is het trang af voor je, man. Maar vanuit jou had het niet... Jij hoeft dat niet. Niet omgekeerd. Jij weet, zij is daar gegaan, daar ga je al niet meer. Nee, als jij weet, zij is daar gegaan, jij gaat niet meer? Nee, als dit bij hun niet, sowieso niet. Als ik weet, hij is bij mij gegaan, dan... Het trekt me niet aan. Plus, die meiden weten ook wie ik ben. Het trekt me niet om bij hun te gaan. Ja, maar sommige vrouwen toch vroeger, mannen hebben helemaal no shit. Hebben niks te maken. Hey, vroeger was het anders. Dan kon je gewoon echt delen. Gewoon, je weet toch van... Eva hier. Ik sprak met haar. Ja. Oh, no, wat, goeie, kan ik ook? Dan. Ja. Kijk, als, het in die als je model, jonger bent, bedoel je toch? Ik weet toch in die model maar van... Nu is het geen delen. Je hebt geen vier die het erachter gehad. En je deelt. Dan ja. It be so. Ja. Dan hebben we geen vier, maar vanaf het moment dat ze weten maar jij gaat... Moment. Hebben je hebt vieren voor die vrouw of... Ja, dat is wat anders. Dat is wat anders, snap je? Dan wordt het vreemd als je je vrouwtje aan het delen bent. En zij is bereid dat ook te doen. Ja, dan ben je geen vrouw, man. Dat is moe. Nee, wat je had het erover. Want je weet wel dat vrouwen tegenwoordig ook gewoon delen, hè? Het is een hele andere tijd wanneer we leven. Ja. Ze delen ze ook gewoon. Vrouwen delen gewoon. Van, jij kan nu furry pakken. Ik heb een paar woorden ingedropt. En het zijn van die stereotype dingen van hoos en dat soort dingen. Maar nu praten vrouwen van, ik heb hem gehad. Je kan hem ook, hij kan lekker naar je man, go look aan maar even. We leven in een toffe tijd. Moet ik je dat uitleggen? Ja, dat heb je toch meegemaakt? Vrouwen zijn anders, hè? Is niet meer die traditionele dingen dat een vrouw dit en dit, hoe noem je dat? Rein moet zijn en zuiver en onrustig. En no, vrouwen zijn wild. Ja. Sterker nog, een vrouw denkt dat ze jou heeft genaaid. Ik heb hem genaaid. Ja. Laat ik ze in die illusie. Ja hoor, je hebt mij genaaid. Ja. Nee, maar serieus, sommige vrouwen naaien je. Dus daarom vind ik, heb ik ook geen moeite om dat soort ouwe, want het is iets van vroeger natuurlijk. Ain't no fun if the homies can have none. Maar ook vrouwen leven zo met elkaar. Ain't no fun if my girl can have none. Hey Amanda, look at you, man. Boy. Je komt op tijd. En goed.
Nee, maar is dat sowieso iets dat in 2020 kan? Zo over een vrouw praten? Wat ik bijvoorbeeld hier heb gedaan. Ik neem het op mij. You can't turn a hoe into a housewife-achtige vibe heb ik hier neergezet. It ain't no fun if a homie can have none. Dus gewoon vrouwen delen. Kan dat nog in 2020? Ik vind dat je gewoon moet doen. 2022, by the way. Huh? Je moet gewoon doen wat je wil doen. Je moet, dat je geldt voor iedereen. Wat je wil zeggen. Als de ene klaagt, die andere kan ook wat over jou zeggen, begrijp je? Ja. Iedereen heeft wat te klagen, dus. Ja. Weet je, jij kan ook gewoon, als jij vindt van jouw vrouw moet niet naar buiten, ze mag niet uitgaan, ze moet alleen maar koken. En jij vindt dat, jij wilt zo'n vrouw hebben, spreek het gewoon uit, tuurlijk. Waarom? Jij wilt dat toch? Of voor iedereen wat jij wilt. Als je maar niemand schaadt, daar gaat het om, denk ik. Maar je gaat altijd iemand schaden. Er is altijd iemand die zich aangesproken of van jou beledigd voelt. Ja. Okay. Ga je daar rekening mee houden elke keer, joh? Is goed, heren. Ik heb nog één laatste wat ik graag wil weten van jullie. Dan wil ik je helemaal terugnemen en dan begin ik dan bij jou. Kan jij je eerste heartbreak nog herinneren? Het lijkt alsof hij die van jou kan herinneren. Ja. Oh, nee. Nee? Oké, we komen zo. Je eerste heartbreak? Ja, man. Je ziet er voor je, ne? Ja, tuurlijk. Laatst gebeurd, broer. Yo, laatst. Laatst, kijk, van wie nou weer? Je broertje kijkt van wie nou weer? Ja, oh, laatst is je hart gebroken. Echte? Ja. Even zonder grap. Ja, is wel gebroken, even, man. Ja? Ja. Je kreeg? Ja. Is ze vreemd gegaan? Of heeft ze dat ding gestopt? Gewoon niet meer, man. Het ging niet meer. Oké. Het ging niet meer. Maar tuurlijk, het kan je hart breken. Ja, ik, ik ben ook mans genoeg om dat gewoon te zeggen. Ja. Ik kreeg gewoon van je samen. Je kreeg, hè? Je hebt gehuild. Ja. Oké. 3 dagen in bed, man. Ik zeg eerlijk, man. Echt waar? 3 dagen in bed zonder gram? Dat was emo, man. Emo, depressief, eventjes. Alles, man. Ik weet, broer. Maar vandaag, Ibong. Ben je eroverheen? Nee, serieus. Ben je eroverheen? 89%. Die twee nog een beetje. Een beetje lichte ruimte. Je eerste heartbreak, mijn man. 98%. Je kent hem donders goed. Ja, man. En je bent dan niet iemand die praat, dus dan heb je het al een binnenvetter. Je hebt het voor jezelf gehouden. Hey. Nee, man. Ik heb het gewoon. Nu kan ik gewoon over praten. Je weet toch, maar eerst het was moeilijk. Hoe oud was je? Praat ik over 2-3 jaar geleden zo. Oh, pas. 19, 20. Zo. Was er iets gebeurd of net als bij hem? Het ging niet meer? Of die smile is vreemd gegaan? Ze was heftig, man. Wat was gebeurd dan? Minus Sabatoria. Nee, ja, maar, jullie praten niet, toch? Die deed je heren. Wat was gebeurd? Die Tori is wel diep, man. Nou, niet die Tori, maar dan gewoon van. Nou, die Tori ging wel echt lef. Ik dacht bij mezelf van, joh. Dit is mij overkomen. Wat is de core van het verhaal dan? Hij was in het spel gekomen. Hij was een kind in het spel gekomen. Die is Inosami. Ja, een beetje. Beetje toch wel, hè? Maar zie, wij mannen hebben ook zo'n andere kant, hè? Ja. De taxi-tori, maar als het soms diep gaat, eerlijk. Ja. Kijk, dat het was moeilijk om erover te praten. Maar vrouwen vergeten dat mannen ook een gevoel hebben. Tuurlijk. Broer, ik wil hem niet onderbreken, maar broer, ik ga eerlijk zeggen, dit doet me echt pijn, man, broer. Gewoon dat het gewoon, het liefst wil je gewoon. Een gezin, weet toch? Ik heb een dochtertje ook gewoon, weet toch? Jij hebt een dochtertje, ja, ik zie je. Het liefst wil je gewoon voor je, weet toch? Kijk, niet naar de mensen van vroeger. Vroeger waren die ouders, vrouw, is dat niet toch? Ja. Die molibalvrouw, dan had je. Maar wij leven in de tijd dat wij gewoon. Wij denken anders, denk ik, toch? Wij mannen van deze tijd. Deze tijd dus wil je gewoon met je gezin zijn. Terwijl, maar als het niet lukt, lukt het niet. Als het niet lukt, lukt het niet. Maar heb je geprobeerd, gaat weer. Als het niet lukt, dan conditori. Maar is dat wat jij bedoelt? Dat was een kind en het ging gewoon niet. Jij wilde gezin zijn, maar het ging niet? Nee, bro. Ze raakte zwanger. Voor iemand anders. Ah. Die model. Damn. Wat was het met hem? En je hield van haar. Omin. Ja, man. Crushed. Ja, man. Verdwijn dan niet al je vertrouwen in de liefde. Ik kwam net met het voorbeeld. Ja, ik geloof in echte liefde, maar... Zie je toch? En respect dat hij dat gewoon zegt, hè? Ja. Ik had niet verwacht, maar hij zegt dat gewoon. Is mooi. Ja, omdat het nee, is real. Is mooi, ja, toch? Is mooi, broer. Als je erover kan praten, dat is alleen als therapie. Als je het voor jezelf houdt. Ik kon er niet over praten. Nee. Ja. Ik was echt, broer. Ik ben nog steeds gewoon. Is erg, hè? Eén ding als je vreemd gaat, maar houdt er een kind aan over. Weet je wat ook was meer van. Je probeert ook, je toch? Ze krijgt miskraam. En nu. Snap je? Dus je probeert al met haar een baby te maken. Ja, toch? Nooit geluk. Om ze aankakken met een baby van een ander. Maar was de situatie ook waarin ze deed alsof het jouw baby was? Nee. Of dat niet? Het was meer gewoon, kijk, weet toch, je krijgt een beetje ruzie. Dat kan ook nog. Broer, als dat het geval was, broer, ik zeg eerlijk, misschien zou ik nu vastzitten. Ja.
Het was meer gewoon de situatie van... ik kreeg een beetje ruzie in relatie. Dus, weet je wat? Even afstand. Je weet toch even... Je weet toch, maar zij heeft die afstand. Ze profiteert van die afstand. Snap je? Ze heeft die afstand letterlijk genomen. Juist. Ik dacht van... Nu krijg je te horen van... Hé, ik krijg van iemand anders te horen. Je wordt pa dat ik zeg nee, man. Ja. Nee, zwang. Wat? Is die bericht, joh. Nog stoer willen reageren. Ja. Ja, dan wat? Vrouw lageren. Dat slachtofferding waar we het over hadden in het begin. Lek, broer. Daar zijn veel vrouwen heel goed in. Hand, broer, ik was gewoon aan het shaken. Dat ik dacht van, hey, moet ik nu naar daar rijden of? Juist. Of beter juist. Gewoon beter niet. Broer, ik heb dit gelaten. Je weet toch, ik dacht, weet je wat? Oké, Tori, dit is me overkomen. Je toch, nu kan ik erom lachen, maar... Maar check, stel je voor dat je een kind met haar, dat het was geluk. Je had een kind met haar en ze maakt dat geitje in een later stadium. Waar je alle kind met haar hebt en dan gaat ze kind met de ander maken. Misschien moet je blij zijn voor die zegen dat ze heeft laten zien wie ze is. Ja toch. En ja. Garotak van Luku, hiermee heb je te maken. Ja toch. Nou, dat zijn bij alle gevallen bij een vrouw. Zo zie ik het vaak hoor. Ja, weet je toch? Zie je het als een zegen, man. Ja, man. Blij. Natuurlijk had hij. Maar kan je dat voorstellen? Bro. Dat je aan haar vast zat. Omdat je al een kind had. Nu ze kind gaan maken met de ander. Of je komt er na 5 jaar achter dat het van, jouw kind is. Of dat ze gaat zeggen, is jouw kind. Die dingen gaan diep, man. Kijk, ze zeggen altijd, ja, mannen breken vrouwen in hart. Maar broer, wanneer een vrouw dat bij een man doet, broer. En ze maken kinderen. Kijk, mannen kunnen ook kinderen buiten maken. Je weet toch, doet die vrouw ook pijn. Ja, tuurlijk. Maar wie dan met dat man? Dat is erg. Broer, een vrouw gaat de man niet doodmaken. Een man maakt de vrouw dood, man. Maar ik kan me voorstellen, want dit is pas, hè, eigenlijk. 2 jaar zeg je zo. 2, 3 jaar. Is pas. Ja. Ik zie het als pas. Het zou me nog steeds dwars zitten. Broer, het zit me nog steeds dwars. Ik ga niet voor je liggen. Maar... Maar nu ga je... Je bent al gereserveerd. Nu ga je helemaal dubbel en dwars naar de volgende vrouw kijken van... Hey. Broer, je probeert het. Je weet toch, maar toch... Je moet iedereen een kans geven. Juist. Het blijft hangen, hè? Blijft hangen. Real shit. Real shit, ja. Real shit, real shit. Maar hij heeft gelijk, broer. Tele op van vrouw is fuck up, brada. Boy. Mattie, daarom ben ik, daarom heb ik die idee van 99%. Zeg nee. Maar de mantak, daarom zeg ik het. De mantak, kies goed uit. Met wie je kind maakt. Met wie je kind maakt. Ja, je weet natuurlijk niet. Maar nu achteraf. Je zegt je weet niet, toch? Maar nu achteraf. Denk je niet van... Ze was inderdaad een beetje egoïstisch. Nee, man. Niks kon je nu zelf als je terugkijkt. Oké. Okay. Damn, als je verliefd bent, je bent verliefd, broer. Ja, hè? Broer, je ziet niks, broer. Ja, liefde maakt blind. Je dat is een motherfucker. Ja, ja. En een man is even verliefd geregeld. Tik kans. Ja. Was echt verliefd, man. Nou, mijn man. Ai. Ja, dat was het. Dat was dus die... Nee, dat is echt een heartbreak. Mijn hart is gebroken, mijn man. Ai. Mijn hart breekt als ik dit hoor. Want toen heb ik gaan snuiven. Want toen of mannen ja, kunnen doordraaien. Draaien door. Snuiven, gokken, drinken, kieris, rippie of no, whatever. Of gaan die chickie doodmaken. Snap je toch? Je gaat van 100% nu. Je weet toch, je geeft normaal 100% in een relatie. Nu die afvoer. Mattie van me zei me een keertje van nu. Wat hij ging ook, hij heeft ook een zware iets meegemaakt. Maar hij zei van, ik geef nu... hij heeft nu een vriendin, hij heeft tegen haar gezegd van luister, ik geef jou 98% mm-hmm. en 2% hou ik zelf. Als je 1 keer fout gaat, dan ruilen we het om. Ik pak weer die 98% en je krijgt 2% vertrouwen. Ja. Begrijp je? Ja, zo, en zo kijk ik er ook naar, maar ik was vroeger al zo direct. Ik was nooit echt op dat van 100% gaan. Maar dat ik dacht, ook jij dan met die Connie die hier zegt, intelligente uit de groep. Ook jij hebt heartbreak meegemaakt. Kan je me nog herinneren? Ja, maar ik zie het niet als een heartbreak, man. Dus daarom, ik kan het niet meer... Oké, dat leg je uit. Ik kan het niet zien als... Ik zie het direct, ik draai het direct om als blessing. De plekken. Ik draai het direct om als blessing. Ik zal misschien ermee zitten, maar ik draai het om. Het had nog erger kunnen zijn. Dus ik ben al blij dat het zo is gegaan. En plus, ik heb het gevoel dat ik altijd door heb wanneer er iets mis is. Dus dan, als het toch fout is gegaan, dat betekent ik was niet scherp genoeg. En dan zo draai ik het om. Je weet toch? Ja. Ik, natuurlijk, je kan het een heartbreak noemen, maar ik ben nog... Die Ati is gewoon nog goed. Je weet toch? Je bent nog boem, ja. Ja, toch. Er zit geen barst in of zo. En geen eentje heeft dat kunnen doen. Nega boem toe,
Maar nog steeds hangt het een beetje, want het zou bij mij blijven hangen nog hoor. Eigenlijk het is zo. Niet die, het is niet het die, hangt niet meer als toen. Maar hier in mijn achterhoofd van, ik heb het altijd. Ik heb het altijd wel in mijn achterhoofd van. Het is die situatie wat je boos maakt, begrijp je? Het is niet eens meer die, het gaat niet om die chickie en nee, zo. Nee, 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 het gaat om de situatie. Dus... En afhankelijk van hoe groot je ego is, maar toch nacht dat je ego. Ja, toch nacht dat je ego. Is dat beter? Ja, man. Maar Lukuja, je vet is zoeken een TikTok moment. Dit is een organisch TikTok moment. En real takkie ook nog. Dit is Loveline. En ik waardeer die openheid, want we hebben gelachen. We hebben gesproken, heartbreak. En we kunnen gewoon als mannen onder elkaar over dit alles praten. Tuurlijk. Toch? Mm-hmm. Hey, bedankt voor jullie energie, man. Hebben jullie genoten? Heb je genoten? Man, hoor. Jullie leden zo spannend. Nee, man. Ja? Kijk, weet je wat het mooiste aan deze gesprek is, broer? Om dit te doen, moet je echt... Je toch? Niet alle mannen durven dit zulke dingen te praten. Ja, gewoon over liefdesleven of wat ze hebben meegemaakt. Je weet toch? Mm-hmm. Ik wil sowieso een dik shout naar jou geven dat je me hebt uitgenodigd. Thanks, me, man. Broer, ik wil mijn matties bedanken. Ik ben blij dat je je matties hebt gebracht. Broer, je matties, mooi, man. Kijk, ik moet berekenen. Hij geeft de tori. Dit zijn mijn matties die nooit op beeld willen. Je hebt ook dingen gehoord vandaag? Ja, nee. Ik weet al een beetje, maar weet toch... Maar dit zijn matties die nooit... hij praat niet, dit is een jongen. Hij zegt altijd, ik ga niet... laat me met rust, je toch? Maar ze steunen gewoon, begrijp je? Dat is ook trouw. Wij zijn die kinderen. Ja, man. Hier moet eigenlijk Millie zitten. Hij zou gewoon daar staan in de motel. Begrijp je? Maar hij zit hier en... We beginnen gewoon met grap en we praten over onze leven. Jullie's Loveline. Ja, nee, ook hoe jij... Je laat ons ook open gaan, hè, weet toch? En toen hij emotioneel ging praten, dacht ik van broer, vrouwen denken altijd dat een man, ze praten alleen over slechte dingen, begrijp je? Maar ze weten niet hoe wij ons mannen ook zo voelen. Mannen zijn super emotioneel. Hoe we het uiten of hoe we het verwerken is wat anders. Ja. Mm-hmm. Maar wij breken ook. Ja, wij breken ook. Weet je wat het fucked up is? Als je hart breekt en je ziet die meid live. Zo, dat je er weer tegenkomt. Ben je er nog tegengekomen? Ja. Dat bedoelt hij. Ik heb het ook. Ja, maar bij hem is het dan weer lekkerder. Waarom? Nee. Je ziet jezelf, die progress in jouw eigen leven. Ik zou alles, je bouwt jezelf meer. Moeilijk. Maar broer, op een gegeven moment, broer. Moni bij Mickey. Rij mooi waggie. Broer, kijk nu, jij loopt. Dit is man. Die tori. Sinds ik klaar ben met jou, ga ik vooruit. Broer, ja, toch? Dat jij is loopt, die tori. Man. Ja, toch? Jij loopt, ik kijk en naar jou. En dat is die blessing. Ja, een blessing eigenlijk. Ja, jij maakt ook licht, kijk, hij heeft gelijk, maar ligt er ook aan bijvoorbeeld. Ja, zo sta ik, weet je, toch? Maar ik ben iemand, als je. Ik ben wel nog steeds zacht in de zin. Ik wil goed, dat goed. Nog, toch wil het goed met jou gaan. Ja. Begrijp je waarom? Ik weet, broer, het gaat dan met mij goed, maar toch wil ik het goed dan. Je bent toch bereid een bankoe. In de zak te schuiven. €2 €2 nu. Max, Asaka wel. Je mag je overchipkaart opladen. Ik geef je nog die overchipkaart. Waarom? Maar ik hoop dat het goed met jou gaat. Je hebt gewoon een zacht hart. Ja, man. Begrijp je? Okay. Dat kan. En het is goed dat je het weet van jezelf. Ja. Maar bewaak hem ook. Maar daarvoor zijn hun er ook. Voor af en toe teken van Erako. No. Ano endape, papa. Rem. Toch? En dat alleen al is ook liefde, heren. En daarmee gaan we het afronden. Breed. Wat moeten we? Sowieso. Nee, lobby. Nee. Miman? Ja, sowieso. Ben lobby. Hey, security. Hey, Anu Brokko. Gewoon voor man, zo man. Ja. Rarko, wat kunnen we van je checken? Waar moeten we checken? En alles soort dingen. Oh, check me op die Instagram. Rarko, wat is mijn Insta? Rarko 10. Volg me op Snapchat. En maak die TikToks. De Oka go viral. Toch, we gunnen die man. Steun deze man. Begrijp je? Laat in de comments weten wat je van deze podcast vond. Dit ja, gesprek toch? Inderdaad, ja. Oh, deze podcast. Not Woman. We gaan het afronden. Check Rako, check ook mij en support inderdaad, zoals hij zegt, de show Gilly's Loveline. Volg de page op Facebook, abonneer op YouTube, like en deel. Dat delen is belangrijk, dat weet je ook wel. Als je deelt, komt het aanzien mensen en dan kunnen ze bepalen, vinden we leuk, ja of nee. Kijk hier, mannen die praten open over emoties, gevoelens en heartbreak. Leuke show, al zeg ik het zelf. Zoals ik altijd zeg, if it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date. Yeah. Dat is hem. Pa, ik ga eerlijk die van jou geven. Die van jou, ik voelde me even. Ik ben nu ook toe. Atof, heren.